Evert eindelijk de echte eerste aflevering van het nieuwe jaar. Ja. Hoe, hoe heb je het gevierd? Uh, eigenlijk heel, heel kalm. Dat klinkt heel saai. Maar wij zijn gewoon thuis gebleven, ik en mijn vrouw. Waarom? Omdat ze is, ze is toch al zes maanden zwanger. En we hebben toch een beetje schrik om corona op te lopen op dit moment. Dus okay. we proberen zoveel mogelijk contacten te vermijden. Maar Kijk, dit, mit maar... mits, dat kan hè. Dat, dat kan, kan dat ik moet, niet missen. Dat moet zelfs contactueel ja. gezien. <laughs> uh, volg je de aflevering op een beetje? Ja, tuurlijk. Ik vind dat wel een van de leukste toernooien om te ontdekken. Weet je? Dat is altijd toch een beetje ja, chaos. Chaos, uh, volks, uh, veel culturen die bij elkaar komen. Ook een beetje onbekend, onbemind. Maar enorm veel spelers ook vanuit België die nu geselecteerd zijn voor de Afrika Cup, wat het dubbel zo plezant maakt. Maar de eerste wedstrijden, het is heel fysiek. Er wordt nog niet veel gescoord. Maar het is wel plezant om naar te kijken. Ja. Zijn er al dingen die we moeten weten? Um, ik het is vond... nu dinsdag, valt ik het misschien erbij zeggen, want we zijn ik... natuurlijk pas donderdag uit. Tisoudali viel in bij Marokko en maakte direct echt twee geniale acties. Dus als die volgende keer start en die speelt goed, zou die echt wel eens de verrassing van het toernooi kunnen worden. Dus die zijn we kwijt na dit seizoen. Ja, ik denk dat Louagie en de Witte dat niet erg vinden als er iemand <laughs> komt met veel geld. Ja, klopt. Uh, veel reacties gekregen op de aankondiging van onze gast van deze week: veel mensen die lijnend enthousiast waren, maar ook veel mensen die hem totaal niet kenden. Wat moeten de mensen voor we aan de aflevering beginnen weten over Kevin Oris? Uh, Kevin Oris heeft zo wat bij elke ploeg uit de Kempen gevoetbald. Hij uh, is, is een cultheld van Geel, eh, van de grote regio Geel, en van Zuid-Korea. Zo zijn er niet veel, denk ik. Welkom bij Miet, de wekelijkse voetbalpodcast van Friends of Sports, te bekijken op PlaySports en op het YouTube-kanaal van PlaySports. Het voelt echt al lang geleden dat we nog eens een aflevering hebben opgenomen. Uh, we hebben er heel veel zin in. Ik hoop onze gast van deze week ook. Uh, hij scoorde een hat in zijn laatste match voor Antwerpen. Hij werd in Azië behandeld als David Beckham. En we zitten eindelijk met een Kevin en Evert in de studio samen. Welkom, Kevin Oris. Dank u. Heb je het niet hoor, dat was bij de Bruine niet gelukt. Dat was een beetje grap. Ah, ja, oh, voilà, we zijn oh, mee. En okay. mijn niveau toch dochter tegenhoogd. Nee, nee, nee. <laughs> Zoveel is duidelijk. Ik heb jullie nu een jaar gevierd. Ook heel rustig. Uh, met de zaken, vooral. Wij hebben het heel druk met de zaak, dus uh, wij zijn eigenlijk ook gewoon thuis gebleven. Wat is de zaak? Ja, we hebben een bed and breakfast. Um, die ja, 7 op 7 open is. Dus, uh, ja, 7 we. op 7? Dus ook uh, allee, oude jaar en nieuwjaar hadden jullie alle feestdagen. We zijn altijd open. Ja. Um, dus dan, dan, zijn er, dan is er een koppel, vermoed ik, dat nieuwjaar dan viert in de Bed Breakfast bij jullie? Ja, meestal is dat een, een grote familie ofzo, ah, okay. die komt dan hè, en die huren dan alles af en die... Ah, Het is ja. wel echt groot dan? Ja, wij hebben vier kamers en uh, de Bed Breakfast zelf is rond uh, 800 vierkante meter, dus... Uh, een beetje... ja... Uh, een zwembad, sauna, beetje wellnessachtig ook erbij, dus... Uh, een beetje van alles. Het, het lijkt een beetje ook als een trainingscomplex voor een eerste klasse. Er zo. Met een binnenzwembad en een grote wei erachter waar wat je wat kunt voetballen. Dat is beter en, dan bij KVM Ja, ja ik zou zeggen. Al die ploegen die nu niet naar het buitenland willen. met de corona-omstandigheden. misschien moeten die eens op de bb een week gekomen ja, trainen. Er zijn veel ploegen die jaloers zijn op mijn gazonnegetrouw. <laughs> Daar ben ik heel zeker van. Zijn er zo invloeden in de bed and breakfast vanuit Azië? Ja, alles. We hebben enorm Helemaal. veel decoratie van kinderen meegebracht. gewoon Wat we zelf ook mooi vonden. Wou we dat ook, dat verhaal een beetje terug laten komen van waar dat we gezeten hadden. We hebben in onze inkomens bijvoorbeeld een hele fotomuur van, goh, ik denk, 3800 foto's, denk ik. Die door elkaar op staan op één muur. Ja. Oh, ja. Ja. 3800 foto's, dat is eigenlijk op behangpapier gezet, allemaal heel kleine <laughs> stukjes zo. Um, en dat is eigenlijk bij ons, eigenlijk de binnenkomer, dat ons verhaal verteld van de laatste 8, 9 jaar in het buitenland. Kort op de muur gezet om direct een verhaal te vertellen. Of, of, 3000 of, foto's, daar zijn we wel even mee bezig. Dat valt goed mee. We zijn nu bezig binnen aan een muur van een klein 18.000 foto's. Dus. Oh. Poef. Maar als ja. ik aan Aziatische kunst of zo denk ik, ja, dan denk ik aan zo'n samurai zwaard of een, of een harnas van ja, zo'n krijger. Heel veel, veel kitsch deel, dus vooral. Ja, nee, dat is bij ons wel niet. We hebben gewoon heel veel... Uh, mijn vrouw heeft zo'n beetje hobbyfotografie gestudeerd. En die heeft gewoon ja, haar eigen 7 jaar laten gaan. He, die heeft uh, 30, 40.000 foto's. En, en degene die voor publicatie vatbaar zijn, die gaan de muur op. <laughs> zo simpel. Ja. Maar geen zwaard? Nee, nee. Ik heb wel uh, zo wat andere dingen van, van, van Japan en van China en zo meegebracht. Zo, maar niet, uh, hoe zal ik zeggen, geen samurai's waarden of zo. Een Chinese vaas? Nee, ook niet. Vooral, vooral heel, veel, uh, heel veel beelden. Hè. Uh, het, 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 het boeddhistische kinder komt heel, heel, hard, heel veel terug bij ons uh, in, in de Madden Bricks. Okay. Zijn er cool. veel klanten eigenlijk die niet speciaal komen voor Kevin Oris? Allemaal. Alleen ja? hoop ik toch. Het is niet dat... Ah, we gaan eens naar de Bed and Breakfast van Kevin. Oh ja. Weet je, nu, na, na vier jaar, is dat, dat, dat vooral... Minder. Nee, meer. Okay. meer. Omdat je, ja, we hebben heel veel mensen die jaarlijks terugkomen. Jaarlijks drie, vier keren terugkomen. En dan is die, die komen dan voor ons als gezin ook hè, een deel. Oh. Die maken daar eigenlijk een, een familie van. van. dat andere mensen op vakantie gaan. Komen die naar ons en die blijven drie, vier dagen bij ons. Uh... Het is niet dat dat er vol Antwerpen van zit in de nee, zomer en nee, zo. Nee, nee, nee. Of Aziaten. Ja, zo'n Koreanen die potverdelen. Ja, pot die superfan zijn. zijn we, zo, 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 we, hebben wel, we hebben al wel ja. meerdere Japaners en, en uh, Zuid-Koreanen over de vloer gehad. Maar wel. die komen dan toch wel voor u? Die wel, ja. 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 Oké, okay, cool. Dat vind, dat vind ik wel zot. Die ja, mannen, cool. die komen dan helemaal naar Europa en dan in een rondreis in Europa stoppen die dan. Ja, weer. ja, ja, die blijven dan... Ja, Zo'n soort van ik, krijg, Ja, <laughs> ik krijg toe. echt jaarlijks de vraag van, van mensen van ja, we willen dat komen bezoeken, kunnen ons niet Antwerpen laten zien, kunnen ons niet ah, ja. Gent laten zien. En ik probeer dat dan meestal ook wel te doen. Uh, omdat. Dat, ah, ik, ze hebben dat met ons kinderen ook gedaan. Hè. We hebben kinderen alles gezien dankzij uh, een heel deel van die mensen. Hè. En, mm. en dat, is, dat was ook een van de leukste dingen ging erachter. Uh, de mensen zijn daar heel open, gedisciplineerd en, en toch. Ja, ze willen u zo goed mogelijk behandelen, zal ik zeggen. En ja, dat is een van de betere kenmerken van kinderachterdingen. Als, dus, als er een Zuid-Koreaanse familie op bezoek komt en die sturen u een, een, een leuke mail, dan gaat jij met hun door Antwerpen als een soort reisleider. Om die mensen. Ja, ja om zo, zo wat de leukere plaatjes te ja. laten zien. Hè? De, de... Rijd je dan langs de boszuil. Uiteraard. Uiteraard <laughs> ja, weet je, die wat? Het, was heel, dat het he? kan niet, ja, daar komen we niet. <laughs> dat is bijna onmogelijk. Nee, nee. nee maar het, het leuke daaraan is het, het, het verschil van de stadionsginder en dan bijvoorbeeld een bosuil van pakweg vijf, zes jaar geleden. Dat, is, dat kan niet groter zijn. Hè. Ginderachter is een allemaal ja, Euro of, uh, WK 2002. Al die stadions, 50, 60.000 mensen, perfect afgewerkt, dat is allemaal heel mooi. Ja, en dan kom je dan op een boshaal, de, de, de hel van deur de Noord, dat eigenlijk, allee, nu als je daar de door de catacomben liep, dat is... Ja, nu, nu kun je dat niet meer vergelijken nee. natuurlijk. Die dachten ook van, bij ons was dat zo'n grote ster, en, en hier in België speelde je dan in zo'n stadion. Oké? Ja. Die Aziatens had, ja. hadden zon ook gedacht, ja. van waar ja. hebben die ja. toch gehaald? Ja. Ja. Nee, maar het is ook wel zo. Hè. Die, die, de ploegen gingen erachter. Die gaan echt op zoek naar, naar spelers die in de Belgische competitie zo juist onder het gemiddelde zitten. En die proberen daar dan. Allee, en mijn geluk is altijd geweest. Ik, ik was geen speler in, in, voor de Belgische competitie, zeg ik altijd. Ik, in België nee. moeten gaan. Nee, ik vind, vind dat niet. Goed. Dat is ook de reden dat ik in Tweede Nationale ook veel beter mijn, mijn weg vond als Maar waar is dan de speler voor, voor de Belgische competitie nu ook? ik denk in de, in de, in de eerste klassen in België moet je vooral ook gewoon het, het gegeven rond het voetbal ook en, en mee uitgaan en mee dit en dat en doen aan die chique auto altijd mee rondrijden. Dat hangt zo uh, in die Belgische competitie zo wat samen. Ja, ja, ik vind dat wel. Oké. Okay. En ik als zou je denken, er dan als type spits op het veld dan? Dat wel. Dat zou leuk wel. Wel, wel. Een ideale spits, misschien ja. zelfs voor het voetbal toen in eerste klasse. Ja, ja, dat wel. Groot, sterk, scorend vermogen. Mm. Op ja, op, op zich dat wel, maar ik was geen een speler die. Uh, allez. vind ik dan wel jammer eigenlijk, als, je, als dan je wordt afgeschreven, of hoe dat je het ook wilt noemen, mm. voor dingen naast het veld. Ja, ja het... maar dat was ook zo, omdat je er niet bovenuit stak. Hè. En in tweede klasse stak ik er wel bovenuit. En dan werd dat allemaal meer getolereerd, zal ik zeggen. Hè? Dan werd dat ook gewoon aanvaard. Want dat was dan... Ja, de Kevin, die gaat nooit niet mee, of die drinkt niet. En werd dan werd dat niet echt... Ja, hoe zal ik zeggen? Daar werd dan niks van gezegd, omdat je in het weekend stond er en maakte er twee. Of, en dan werd daar niks van gezegd. Maar als je in eerste klasse en je zit op de bank, ja, je wordt zo niet meegetrokken, hè, constant. Ja. En, en dan, dan valt er er zo wat naast. Ik was toen ook nog jong. Hè, in, in Bergen, Ruslare was ik 2021. 20. Ja. ja, dat was... Ik kwam toen ook van vierde klasse, hè? Ja, nee, dat is waar. van bevordering. Hè? Dat was iets... Daar gaan we het zelfs zeker nog over hebben, maar ik vroeg me af, speelt je nu nog voetbal? Ik voetbal nu nog, ja, in Molwezel eerst eerste provinciale. Ja. Wat ligt daar nu plat dan, vermoed ik? Ja, wij... ik denk 28e de eh, gaan het amateurploegen terug eh, van Hopelijk, start, denk ja. ik. Hè? Trainen ja. jullie dan wel nu? Ja, wij trainen gewoon door, eh. oh, zeker. Ja. We hebben eigenlijk gewoon altijd blijven doortrainen. Uh, ja, we hebben eigenlijk ook iets naar uit te kijken. Hè, want we staan eigenlijk eerste samen met de gelijke punten. Maar we hebben een wedstrijd minder. Dus ja, normaal gezien uh, doen we even zijn titel uh, dit jaar ook. En, op hoeveel uh, goals staat al? Uh, op zeven. Oh, zeven. Voor Kevin Norris? Ja, te weinig. Point, te weinig. Dat is ja, 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 <laughs> een stuk te weinig. Een heel stuk te weinig. Maar uh, we, zitten, we zitten in een ploeg die, die eigenlijk. Rendeert door, hoe zal ik zeggen, door, door echt een geheel te zijn. En er zijn bepaalde dingen die ik geleerd heb in mijn carrière, vooral ginder, dat soms moeten wij ten dienste van de ploeg stellen. En wij hebben nu een die een beetje rondloopt, die, die wat vergeten wordt. Maar die heeft er wel 18 al, al dus En jij leidt, jij leidt af en hij kan scoren? Ik ben eigenlijk degene die een beetje de oorlog maakt. En hij loopt daar rond en... Dat, dat rendeert. Ja, maar misschien de provinciale rijkse met uw naam afkomt. Ja, iedereen weet dat je een goalgetter bent. Dus ik vermoed ja. ook dat elke ploeg zich instelt op het afdekken van u. Ja, dat is ja. elke wedstrijd opnieuw. Ja, het zijn tuurlijk. twee rugzakken, hè? gaat gaan ja. Ja, dat Maar ja, is... ja, oké, okay, we moeten er ook niet over hebben. Zeven doelpunten bij januari is ook niet oké. Is oké. Okay. Is okay, yeah. yeah. Ja, en maar je nou, zijn er niet ligt meer... op 15, dat is niet slecht. Hè. Nee, nee, het is uit, ja. en Dus ik zijn al 38. Ja, ja, van, ja. Al... Dat, dat scheelt ook wel redelijk. Waarom, waarom voetbal eigenlijk nog? Goh. Liefde voor het spelken denk ik. Oké. Okay. Dat is echt... Je kunt dat niet missen. Je dat niet missen. Als, Mooi. Allez, als, mijn, als mijn vrouw moet zeggen nu is het echt tijd om te stoppen, dan... Uh, tijd om, om te door. scheiden. Dan, <laughs> dan wordt er toch serieus over nagedacht. <lacht> <lacht> Wat me wel opviel, uh, op zeer jonge leeftijd al, al bij acht ploegen gezeten. Ik ga ze opnoemen voor u twintig. Uh, Zwaneven, mm. lief je dat? Zwaanven. Ja, klopt. Okay, voilà. ja. Turnout, Tiele, Tiene... Lierse, Westerlo, Ole, Lira, Sint-Niklaas. Klopt. Voelde jij je nergens op je gemak? Nee, of? nee. het is vooral omdat mijn ouders hebben altijd in, de, ah. in, de jeugd, in mijn jeugdjaar heel veel verhuisd. Ah, oké. Okay. Dus ik ging constant ja, mee naar waar dat ze gingen wonen, natuurlijk. Hè. Maar waarom verhuizen die zoveel? Was dat ja. voor hun werk? Oef. Nee, mijn, mijn vader die had er een, een henneke van aan: van een, een grond te kopen, daar een <laughs> huis op te zetten en twee jaar later dat te verkopen en dan weer ergens anders. Die en bouwde en graag. Die bouwde graag, ja. <laughs> Oké. Okay. Dus en, well, we zijn dan altijd meegegaan, zal ik zeggen. Met, uh... heeft, dat, heeft dat een nadeel gehad voor je voetbalcarrière? Nee, misschien als je niet... langer bij Westerloof Liers in de jeugd had gezeten, had nee, je dat misschien als voetballer niet... beter ontwikkeld. Nee, heel verre van zelfs, want je leert je op land trekken. Hè? Ja, Allee, dat wel. was ook de reden waarom ja. ik in Azië het zo goed kon zo goed kan aarden, omdat je, ja, je weet, je, ging ik in Azië ook van het, het ene jaar naar het andere jaar moest ik, ik verhuizen of naar een ander land. Of. Dat maakt dan allemaal niet uit. Hè. Dan, dan... Maar de jeugdopleiding van een Ole is niet zo goed als die van Lierse. Ja, maar als je spreekt over Ole, uh, allee, buiten Zwanenveen, Tielen, turn, uh, Zwanenveen, Turnhout, Tielen, Lierse, dat waren de jeugdploegen. Al de rest waren al eerst ploegen. Ah, Oké. Okay. Tongerlo, AC Ole, Lira en Nieuwerkerk. dat was al vanaf ik mijn 16. dat je 20 in de jeugd had gespeeld? <laughs> vanaf ja, maar... mijn 16 zat ik in de ik, eerste ploeg. Hij he. was dat wel heel snel in een eerste ploeg gedaan. Ja, ja. dus waar gaat... waren jij altijd aanvaller wil? Altijd. Ja, ja, ja. ik zijn begonnen als middenvelder, aanvallende middenvelder, maar dan vrij snel overgeschakeld naar. Uh, maar is er dan in als je op je 16 in een eerste ploeg komt? Uh, en en je het, allez, is er dan niemand die al gezegd heeft, al sneller van uh, die heeft wel een talent, dat je al sneller op een hoger niveau zou instromen? Want je hebt er wel lang moeten over doen, van vierde, derde, eerste. Maar een bewuste keuze. Dat je sneller, dat is een, een grotere keuze. Want als ik van Liersen naar Westerlo ging, door de Verhuis eigenlijk, want dan zat ik in Liersen gebleven, door de Verhuis kwam ik in Westerlo met een Kevin van den Berg en ik werd zo doorgestroomd naar de reserve van Westerlo. Maar dan was dat zo'n keuze. Kevin van den Berg met zijn naam. en Op een gegeven moment had ik het gewoon gehad. Ik zeg: ja, Nu is het. Met zijn naam ja, en die legde er ook al wat binnen. Die legde er ook al wat binnen. Ja, mijn ja, ja, vader goed. was daar toen ook. Dus ja. dat, dat scheelt natuurlijk ook. Um, maar ja, ik legde de, dat, dat jaar ook heel veel binnen. Maar daar werd zo niet echt. Ik zou nogthans denken dat je complementair kunt zijn. Ja, zeker. Ja. zeker. Ja, ja. Maar dat werd niet getest dan? Nee, maar hij, hij is ook ouder dan ik, hè? Ja. Dus daar heb je de keuze gemaakt, ik ga terug een niveau lager, direct naar een eerste ploeg en we zien dan later ja, wel. Ja, ik ben dan op vijftien oh, en zes maanden, denk ik, Zijn ik met de winterstop vertrokken naar, naar Tongerlo. Met het idee van, ik, ga, ik wil in december, als ik verjaarde, wil ik uh, in de eerste ploeg staan in Tongerlo. Op Ik vind dat was trouw dat je... Uh, je wacht uh, wel voor grijp dan. Ja. Dan. ja ik, ben, ik ben altijd heel groot geweest en vrij struisgebouwd gebouwd geweest, dus ja, dan ben je sneller... Maar pro is dan wel heel ver weg, toch? Daar denk je... Ja, maar ja. daar heb ik echt leren voetballen. Daar heb je leren incasseren. En dat is heel belangrijk, vind ik ook. Want het is... Ik zeg dat heel dikwijls. Ik krijg heel dikwijls de vraag van, van ouders, van spelers die bij mij spelen. Die zeggen van, ja, wat moet ik doen met de, met de zoon? Ik zeg, zorg dat hij voetbalt. Op welk niveau dat dat is. Dat maakt niet uit. Ze komen hem wel aan. Als hem echt goed genoeg is, dan komt dat toch wel naar boven. Ja. En als dat dan eerste provinciaal is, want ik speel nu in eerste provinciaal. Die jongens die vallen juist naast de ploeg bijvoorbeeld. Die kunnen veel beter in tweede provinciaal, in de eerste ploeg, een heel jaar spelen. Dan gaan die meer stappen maken. Ja, dan ja. de, dus, maar de, de stap die jij hebt gezet is alleen maar gekomen omdat jij één waanzinnig jaar hebt gehad, toch? Bij meer uit. Dat je waanzinnig veel goals maakt. Als je dat 35 jaar, doelpunten ja. in 27 wedstrijden. Als je zo'n zo jaar niet hebt komt er uit eerste of tweede klasse toch niemand kijken op dat niveau. Je nee, hebt nee, dat wel klopt. nodig. Nee, er ja, is dat ja. het seizoen? Je, je hebt dat altijd nodig, hè. Ja. Maar langs de andere kant ook, als je het, die stap die ik gezet heb, is een stap die niet heel evident is, want je gaat van vierde, van bevordering toen was, dat, naar eerste klasse. Ja, dat, zijn, dat is een stap die, die weinig, weinig ploegen aandurven ook alweer, om je spelers zo te gaan halen. Kende je iemand van ja. vierde naar eerste? ik ken niemand van derde naar eerste een paar, ja. van vierde zonder tussenstap. Um, de enige naam waar ik voordat ze indirect direct was sette witte denk ik. dennis van wilrijk ja. naar lierse gegaan. Ja. dat is al dat ik en direct dat kon opkomen. dat lierse is in eerste. Ja. Oh, okay. um, en ja iedereen kent thomas Meunier. ik denk dat hij van derde klasse derde, derde kwam. Ja. Ja. Ton, nee. um, en, maar veel meer ken ik er eigenlijk niet. nee nee nee. nee. Het is, dat is dat is heel moeilijk. Hè. en als je weet als ik toen dat jaar van, van vierde naar eerste ging, kwam ik in Rusland terecht. En de derde match dat wij speelden, moesten wij naar Nicosia Europees gaan spelen. <laughs> dat op, dus dat twee was maanden echt, tijd van vierde Europees. Dat was naar echt je klik maken. En, en ik stond toen direct ook vast in de ploeg. En de thuiswedstrijd scoor ik. En de uitwedstrijd niet, dacht ik. Maar, allee, dat is... Je, dat is toch ik, crazy? Dat, ja, je kunt dat, dat niet vatten. Hè. Dan niet maar je heb je ja. het toch een paar keer in wel, ja. Jawel, jawel, jawel. Ja, ik zei nog, want toen dat die in transfer allay, doorging, zal ik zeggen, toen, toen zei ik tegen mijn, va mijn vader, zei op een gegeven moment tegen mij van, zeg, jij, je weet toch dat je volgend jaar Europees gaat spelen? Maar ik kon het wel raar eigenlijk hoe daar Europees... Ja, ja. fair play beker was dat toen, hè. Die zaten via de Fair Playmaker. Ja, ja. daar, ja, nee. daar gaven wij een Europees ja. ticket aan, hè? Ja, ja. Op de Fair dat was, <laughs> Tijdens zijn veranderingen. Nee, nee. Was dat geen extra? Ja, ja dat was, was een Fair extra. over heel Europa. Ja, over heel Europa. Ah, ja, je ja, 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 van, van de, de, ja. Ja. Want we hebben dan nog met een paar ploegen. Ja. Ja. is mooi. Maar dat was, allee, je ging, gaat dan van vierde klasse. En ik weet nog, als ik vertrok, iedereen die tegen mij zegt. Elk jaar als ik een transfer maakte, zei iedereen tegen me, wat oh ga jij daar toch doen? <laughs> dat was, en dat was voor mij altijd zo motivatie. Zo, allee, ik kon me eigenlijk daar altijd aan optrekken en dat is, dat, is, dat, is, dat is gewoon plezant. Op het einde van dat jaar kunnen zeggen, van, kijk eens, kijk, ik heb wel Europees gespeeld, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ik heb toch het eerste jaar als ik in Roeslaar speelde zes of zeven golen gemaakt. Ja, dan is dat wel leuk als je zo die hmm. dingen ja, kunt even, doen. Maar komen we ook nog naar andere ploegen? Want dat ging wel toen in rond eerste, toen in die periode. Hè? Dat, dat kwam toen wel al, al vaker. de heeft, er heeft er ja. 35 doelpunten gemaakt. Hè? Ja, dat ging ik wel. Maar niet naar eerste klasse. Nee, dat was één eerste klasse ploeg, maar in nels Ja, Ousselaar. Toch zover dat ik weet. Ik merkte het toen ook met een makelaar. En dat, allee, dat was zo toen de enige dat echt. Wie was dan de trainer bij Roeselare? Uh, Dennis van Wijk. En die oh. is dan in de voorbereiding vertrokken. <laughs> en die is hij wel gaan halen. Die had mij komen halen, ja. Samen met Luc de Vroe. Die. Uh... Die, die was daar toen. Een neus voor talent, hè? want die heeft toch ook Perisic en Co. gehaald. Ja, dat was daarna wel, hè, en ja. McDonald's. Ja. ja, klopt. Daar heb je niet mee gespeeld. Nee. Maar die zijn dan komen scouten in uh, vierde klasse. Ja. Ja. Of een dvd maar ja, ik maar denk dat, dat, Door heel het seizoen zal dat wel. Als er ja, nog die zijn 25 goals zit, denk dan, ik dat. Ik weet dat ik de vroeg is twee keer komen kijken en dan Dennis van Wijk is zelf. Huh. Die is. Oh. Ik weet het goed, op, op um, Hoogstraten en op Zwarte Leeuwen zie je toen komen kijken. Twee wedstrijden. En? Twee hat-tricks? Uh, die ene vier goal en de andere twee. Ja, <laughs> Redelijk, ja maar dan dacht je van mij, wat, wat gebeurt er hier? Uh, die ja, nou, die, die wedstrijd op Hoogstraten was dan nog echt... Dat was... Een ongelooflijke belangrijke wedstrijd voor ons toen. En wij stonden 3-0 achter met rust. En wij winnen die wedstrijd met 4-3. En ik scoorde daar drie keren in, de drie laatste golen eigenlijk. En, en dat was echt zo ja, euforie tot en met. Omdat wij toen eigenlijk in een, in een periode zaten. dat we juist niet genoeg was om, om die wedstrijd een aantal naar ons toe te trekken. En ja, dan gebeurde dat weer wel. En dan zijn we eigenlijk voor de rest van het seizoen weer, weer een deel vertrokken geweest. Kunt je dat leren eigenlijk? Gewoon maken. Goolen maken. Dat is toch iets wat gezegd wordt, dat heb je of dat heb je niet. Is dat treinbaar? Ja, ik weet niet. Ik denk dat je traptechniek voor een stuk treinbaar is, nee? Traptechniek is treinbaar, neus voor goals, in de zin van, de plaats waar je moet staan, dat denk ik niet dat dat echt treinbaar is. Ook ik niet denk... veel matchen spelen, dat je daar beter in wordt. Dat ook niet. Dat wel. Ik denk wel dat je dat kunt verbeteren. Maar dat is, vind ik, een beetje hetzelfde als... Tegen mij zeggen van, ja, nu loopt jij de 100 meter in, in 10 seconden, dat ga ik nooit niet kunnen. Of in 9 seconden, ga ik nooit niet kunnen. Ik ben ik geen snelle spits. Blijven trainen. Speech. Ja, maar zelfs dat niet. Mijn vader stuurde mij in tussenseizoen naar de club voor startsnelheid en, en reactiesnelheid. Dat was niks gekoord. Dat kon je niet. Je werd alleen maar nee, trager. Ja, ja dat is, maar dat is ook zo. Ik ben ik, ik nooit geen... Maar, en dan is mijn geluk altijd geweest. Ik wist waar dat kon. En vooral waar ik niet kon. En die dingen die ik niet kon, die heb ik gewoon zo weinig mogelijk gedaan. Maar je kunt, met, altijd... je kunt met links en met rechts en met je kop een goal maken. Ja. Ja, dat is, op zich is dat een van de belangrijkste <laughs> kwaliteiten die er is in een voetbalplug. Ja, voor een aanvaller toch, ja. En, en buiten de 16 ook? Of, nee, echt in de nee, box, ik, kon, boom, boom. Allee, ik, had, ik heb een, een, een deftig afstandsschot altijd gehad. Zowel links als rechts. Maar vooral, ik was, allee, ik was constant aanwezig in de box. Uh, oorlog maken en... Ja, die bal viel. Het waren al, mijn goals zijn niet altijd de mooiste goals geweest. Tegen dus ook ook zomaar vechten en, en, en hem dan toch goed laten. zo dat type. Ja, ja. ja. Ik, ik, denk dan, ik, denk nee? meer, ik denk dan meer meer color-achtige color. Ja, dat ja, kan uh, ik ook denken. Maar die kon ja, ook wel echt goed voetballen waarmee ik niet kom, wil zeggen nee, dat jij nee, dat nee. niet kunt. Maar ik wil toch wel zeggen: voor nee, de mensen maar, die hem nooit hebben zien spelen, dat was niet gewoon een reus. Die nee, nee, ja, technisch gezien had hij ook redelijk wat begaan. Maar die heeft er hard aan gewerkt, he, ja, ja, dat klopt. zegt ook iedereen. Ja. En Luc Nielis heeft hier ook gezeten en die zei wel aan zijn traptechniek in zijn jeugd, dan wel links, rechts tegen een murken. Zijn vader, die er heel veel tijd ja. heeft ingestoken, was dat dan bij u ook? Uh, als ik de, de verhalen vertel, hoe mijn vader mij vroeger behandelde, in de zin van dat heeft mij altijd heel beter gemaakt, maar allee, mijn moeder heeft zo. 100 keer tegen mijn vader, stop er nu mee, je bent te ver aan het gaan. Maar ik liet dat ook toe. Ik heb bijvoorbeeld een ander broer die kwalitatief veel beter is dan ik, maar die niks karakter heeft of die je dan niet kan opbrengen. En dat is dan het jammer Maar daar eraan. ging je vader ook mee aan de slag? Nee, dan, ja, nee daar, daar wist hem van, daar moet ik dan ja. niet bij doen. Allee, dus, mijn, ik was my. zes jaar oud en mijn vader zei tegen mij, ja, kijk, zomeravond 200 keer een bal omhoog houden, of je komt niet naar binnen. En om elf uur was ik buiten nog bezig. Dat mijn oh, ja. moeder zei: van komen we binnen? En dat ik riep: nee, ik wil niet naar binnen. Ik moet dat eerst kunnen. En... Maar dat ja. kun je toch nooit op je zes? Ja. Toch? Ik, als ik zes jaar was, dan pakte ik de bal zes, zevenhonderd keren omhoog. Zonder o, ja. ja. Maar, maar ik deed moet niks anders. Je niet hè. naar binnen, hè? <laughs> maar ik deed niks anders ook niet. Dat was gewoon zo vroeger. Hè. Mijn oh, vader dat was zo hard had... ook, toch? Ja, maar ik, ik, ik stond op en ik ging slapen met een bal. hè. Ik, had, ik kreeg nieuwe voetbalschoenen voor mijn verjaardag. Of, of van Sinterklaas of van Kerstmis of weet ik veel wat. En die had ik aan hè, in mijn bed. Hè. <laughs> ja, maar dat is hoe belachelijk dat ook klinkt. Dat was gewoon zo. Dat hè, hè. En iedereen had een beer in zijn bed liggen. en Ik had twee ballen. <laughs> Alle jaren kreeg ik de nieuwe bal van ofwel de competitie. Hè, of, of, van, of van 2K. Of van, kreeg ik de bal. Altijd replica's, zal ik zeggen. Ja, ja, ja. Ik had die altijd in mijn ja, maar dat was gewoon vroeger, ik moest niks anders hebben ook niet. Hè? Nee. Dus dat was gewoon, ja. Je, je, je staat ermee op en je gaat ermee slapen. Dat is... Het heeft gewerkt. Hoe kijk je zelf terug op dat één seizoen bij Ousselaren? Geslaagd of zat er meer in? Oh. Ik denk, ik denk dat, dat als je mijn carrière helemaal bekijkt, dan denk ik dat die stap terug nodig is geweest om verder te kunnen ontwikkelen. Want ik denk dat het heel dikwijls bij veel spelers is die op jonge leeftijd ergens in een eerste ploeg komen, die een goed seizoen spelen en die gewoon het jaar erop, het jaar erop altijd dat middelmatig verder zetten. En Ik heb de indruk dat bij mij in heel mijn carrière. Ik heb altijd één, twee stappen vooruit gedaan, één terug achteruit, terug twee vooruit, terug één achteruit. Om dat geleidelijk aan. Ik wist altijd na bijvoorbeeld de als Roeslar. Toen werd mij gezegd, ja, het is toch niet, je gaat toch niet een topper worden in eerste klasse. En Komt dat wel binnen het te, dan. Dat, ja, tuurlijk, maar dat moet je tegen mij niet zeggen, want dan weet ik, ja, nu ga ik mijn eigen dubbel plooien om toch te laten zien dat dat wel kan. En dan ging ik van Ruslaren naar Lommel. En in Lommel speelden wij dan eindronde Dat ik een fantastisch jaar, kwamen ze mij van Bergen halen. Dus ik had altijd wel. De bewijzen. drang om je te, ja, te bewijzen. Ja, altijd. Bij ons in de familie ook zijn er altijd heel veel voetballers geweest. Op deftig niveau, tweede, derde klasse. Die er zo wat bovenuit zaten. Mijn vader ook, mijn, mijn onkel. Allee, die hebben altijd deftig niveau gevoetbald. En ik heb altijd zo de drang gehad om. Beter te doen. Beter te doen. <laughs> ja. En dat zal dan van vroeger. Ja, het ook, is ook gelukt ook, Als je je hele carrière bekijkt. Ja, het, ja, het maximale uitgehaald. Als, als, als je gaat kijken. Naar de, kwalite de kwaliteiten dat ik heb, en wat ik bewezen heb in mijn carrière, heb ik veel te veel geld verdiend voor hetgeen dat ik kan. <laughs> ja, maar dat is ook gewoon zo. <laughs> dat is wel zons. <laughs> dat, dat is echt mijn levensdruk, eigenlijk. <laughs> nee, maar ik heb, wel, ik heb er ook wel... Maar je hebt er wel veel... Voor, veel voor gedaan. Hè. En voor Dus ge je hebt het wel verdiend. Ja. Ja, ja gewoon, maar je... als ik dan ga kijken wat, wat spelers dat ik zie rondlopen in eerste klasse, die dan nooit zullen bereiken, gewoon niet omdat ze dat niet kunnen opbrengen, dat vind ik wel jammer dan. Uh, en dan heb ik uh. zoiets van daar wil ik mee aan de slag in de voetbal nog, achteraf. Omdat die spelers, als je die kunt veranderen, dan kun je zo zo laadbloeiers of zo die zichzelf nog wel onderschatten of die niet inzien dat als iets erder nee die vrouw, nee, weet, gewoon die ja, ja die die gewoon problemen hebben me om om er voorop te Allee, als ik in het buitenland zat dan, dan hadden wij um, kwam ik om, om drie vier uur in de thuis en dan zei mijn vrouw ja, kom we gaan wandelen ik zeg nee nee ik ga naar de fitness deze avond ik had daar niks anders ook niet maar ja, dus dat was komend... je broer heeft dat dan niet nee. wat zou je dan aan je broer bijleren want je hebt toch, de discipline is toch iets. Je kunt moeilijk uh, ja. mensen hun hand vasthouden. Ja, dan moet je en echt al iemand mee... kraken, raken. Like, in het leger denk ik om dat. Ik weet dat niet. Ik denk wel kraken. dat je dat er zachtjes in krijgt. Als je dat geleidelijk aandoet. Ja. Je kunt niet van het een uiterste naar het ander uiterste gaan. Dat denk ik niet. Ja. Okay. Wat ik me nog afvraag is zo, van uw van eigen regio. Je kwam van Meerhout, een fantastisch seizoen waar je zo. Wat de held van het dorp bent. Na... Ja, maar dat is toch zo, Tuurlijk. denk ik. Hè? Is dat ge... gewoon leuk? Als je ja. 40 goals maakt in een lokale ploeg en je gaat dan naar eerste klas, iedereen heeft heel veel verwachtingen in uw plaats eigenlijk, mm. en je moet dan terugkomen en zeggen ja, het is eigenlijk uh, mislukt of ze moeten mij daar niet meer hebben. Is dat dan niet moeilijk geweest? Nee. Nee, dat heeft mij, dat heeft mij altijd gesterkt, denk ik. ik. Ik was altijd zo tot trots, ook om toe te geven dat dat niet... Want dus, allee, het is niet dat ik in Roeslare moest vertrekken. Hè. Ik had gewoon het idee van, kijk, hier ga ik niet leren... Je ja, ging geen ik... basisspeler worden misschien. Jawel, dat misschien wel, maar hier ga ik niet mijn eigen nog beter maken um, door gewoon hier te blijven. Die een afstand was ten eerste ook al gigantisch ver. Ik reed alle dagen van Geel naar ja. Roeslare. Naar dus dat was punt één al. Maar het is wel profvoetbal, het is eerste klasse. Je wilt... ja, waarom verhuis je niet? Ja, omdat dat was moeilijk met gezin hè Ik had toen mijn vrouw dat, toen alleen, een eigen zaak. Ik snap wat je bedoelt, maar ik vind het raar voor u om te zeggen, omdat je dan daarna naar Azië helemaal verhuisd. Ja, maar toen ging alles mee hè, natuurlijk. Hè. Mijn vrouw ja, had en, toen een eigen zaak. Ah. En dan is financieel natuurlijk ook uh, een stuk... Een stuk anders, hè. In Rusland had ik een minimumcontract, hè. Ah. Ja, ja. Dat, dat gaat dan ja, okay. over. Dat is natuurlijk ook ja. wel. Dat gaat dan over Siemant 2000 lageren, euro, Alleen, bedoel, daar ga je niet voor verrassen. Is dat dan? Is dat vinden dat je gemis dat je niet zo hebt? Uh, Kevin Oris de eerste klasse spits hebt kunnen worden. Nee. Ik vind dat fantastisch. Iedereen dat bij ons thuis kent, uh, komt met een bed en breakfast, die iets van voetbal afkennen, die heeft geen flauw idee wie ik ben. Dat is zalig. <laughs> ja. Ja, dat ik, bedoel, ja. ik kan me eigenlijk niet voorstellen als ik. ik als ik uh, moest erkend worden gelijk in dat ik in Antwerpen kom en erkend word, hè, want in Antwerpen heb ik we dat wel, door mijn periode bij Antwerpen dan. Maar als ik dat bij ons ook nog moest hebben, dat zou ik niet, niet, niet gemakkelijk vinden, denk ik. Maar dat Omdat dat nu kan ik gewoon overal gaan eten, kan ik overal... Dus je hebt dat geen gemis dat je vijf, zes jaar bij een Kortrijk of een Warium of een KV Mechelen in eerste hebt gezeten? Nee. nee, want ik had belangen aan zoveel niet verdiend. Dat, dat, dat is punt 1 al en ik denk ook niet zoveel geleerd. Bij ons moet ik trouwens altijd denken aan die roepen. Was hij daar ja. niet voorzitter of zo? Ja, voorzitter niet, maar of? die was zo erevoorzitter, ja. En ja. moeten kwam dat regelmatig... wij moeten onder andere, heb je die vaak gezien? Nee, of? nee, nee, die kwam regelmatig gewoon de wedstrijden kijken. Ja. Maar eigenlijk Voor de camera's ook. Over, ja. 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 Maar, maar ik, ik, ik ken, ik ken u nog niet zo goed natuurlijk, maar ik... O, jee, jee. Wat ja. gaat er nu ja. komen? Ja. Ik denk ook... Nu, ik bedacht het me net, nu dat we erover bezig waren, waren Roeselaren en Bergen nu niet gewoon twee clubs die misschien niet paste bij wie jij zet. Ja, en ook hmm. te ver. Ja, klopt. Als je zegt dat je niet verhuist, nee, het dus juist te twee ver, denk ik dan. Ja, nee, maar weet je, dat zijn de mogelijkheden dat je dan op die momenten krijgt. Hè? En toen ik roeslaren kreeg, speelde ik in vierde nationale ja, Elke shotter van toen op dat niveau, die zou zeggen, ja, we zijn weg. Al, als ze toen tegen mij gezegd komt gratis, dan had ik een gratis komen shoppen ja, ja. Allee, ik bedoel, en dat is heel mijn carrière zo geweest. Maar eigenlijk had een Westerlo of zo, denk ik, wel beter voor u geweest. Ja, dat ja, klopt. Maar, Loken, maar in, 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 in Westerlo, allee, daar had ik niet echt zo de band mee, gelijk dat het had moeten zijn. Die maar, hebben ja. Later in mijn carrière hebben die regelmatig aan de deur nog komen kloppen. Maar ik ben dan ook altijd de trots geweest. Want ja. <laughs> dat zijn andere mensen toe. dan? Ja, maar dat... Dat, maar, dat maakt, maakt voor mij niet uit, nee. Oké. Okay. Ja. Antwerp uh, vist u trouwens op. Mons, was dat blijven een optie of totaal niet? Mons ook was weer blijven, ja, eigen ja. keuze. Was, uh, was, blijven was zeker een optie. Die waren gezakt naar Tweede Nationale toen. En die hadden ook ambitie om daar kampioen te spelen. Maar toen kwam op een gegeven moment uh, belde uh, Karel Gerards en Annie Wouters mij voor, voor Antwerp. Ja, ik bedoel, dat is bij ons in de geburen is dat, in tweede nationaal als je daar mocht gaan voetballen, ah, dat was altijd de, de aantrekkingskracht. Hel, ja, de aantrekkingskracht van, van die fans en van die. Dat was zelfs voor al eer dat ik voetbalde was het al zo. Ik, ik, ik kan me herinneren dat ik daar uh, dat ik met Nieuwkerken nooit gevoetbald heb uh, in de voorbereiding, dat ik daar uh, met Tielen nooit gevoetbald heb uh, op de jeugd dan. Dat was altijd ja, dat is iets magisch, ja. hè? Iets magisch, want als je daar in dat stadion kwam, dat was uh, dus ja, dat was voor mij ja, gecongeleerd. ben ik daar ook nog ja, geweest. Uh... Je kon geen nee zeggen. Nee, dat, nee. dat was gewoon. Want maar die, je komt wel, ja, die, zeg maar. Nee, nee, ja. je komt in een, in, een, in een moeilijke periode van die club. Die club die zat toen al x aantal jaar in tweede klasse, had een zeer uh, volatiel beleid. Hè, alles de tristigste periode uit de geschiedenis zou ik het graag willen ontdekken. Ja. donkere periode. Er was, er was veel potentieel, maar het kwam er niet uit. En elk jaar opnieuw zochten ze tien spelers die dan toch maar moesten kampioen ja, worden. Maar dat was nooit, te nooit voelbaar door de spelers van de club. Nooit. In de zin van, wij hebben altijd netjes al centen gehad. Altijd wel te laat. <laughs> maar altijd wel netjes als centen gehad. Een maandje te laat. is genoeg. Ja, soms, soms was hij eens twee maanden te laat. En dat was altijd zo het idee van goh, het zou kunnen zijn, maar dat was altijd opgelost. Als het echt het probleem er was, was het altijd opgelost. Oké, okay, dat is niet helemaal netjes uw centen, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, het is nooit je in die gaan. flow was het altijd zo. Ja, gezien. weet je, als je één als je je keer, keer twee, twee maanden op? te laat krijgt, en dat volgt dan elke maand gewoon op, ja, dan blijft het eigenlijk gewoon hetzelfde. Ja, ik bedoel, als je nu... <laughs> ja, ja. Ik snap wel wat je bedoelt. Je nou, uiteindelijk is dat gewoon laad. op het einde, <laughs> op het einde van, van de rit, krijg je gewoon één maand... Langer, Dupree zal ik zeggen. Dus okay. uiteindelijk was dat. Ja, ik, maar ik, heb ook nooit niet, ik heb ook nooit niet gevoetbald voor, voor alleen die centen. Dat heb ik ook nooit niet gedaan. Maar, dat, ja, zei, dat is toch iets wat je nu al een paar keer gezegd hebt. Ik heb wel veel verdiend. En ja. als ik die keuze had gemaakt had ik nooit zoveel verdiend. Dus onbelangrijk is het toch ook niet. Nee, maar ik ook niets mis mee niet. vind. Hè, nee, tuurlijk maar. niet, tuurlijk niet. Maar ik. ik ik heb in de week de discussie met mijn vader nog gehad en hij zei tegen mij: als jij zes jaar, vijf, zes jaar was, het eerste wat jij tegen mij zei van ik ga ooit in het buitenland voetballen. Dat was het eerste wat ik vroeger zei: ik wil voetballen, profvoetballer worden. En dan het tweede was, ik wil buitenland voetballen. Roeselaga is een beetje buitenland. Ja, dat kan. Ja, in Bergen ook. Maar dat is gewoon altijd een kinderdroom geweest. En inderdaad, ik vind wel, als je die stap dan zet, moet dat wel ja, nog een hand zijn. Want Klopt. je kunt niet heel je gezin... Mijn vrouw had een, een bloeiende zaak. Ja, je kunt dat niet achterlaten als daar niks tegenover nee, is. Maar die, die drie jaar Antwerpen, heb je wel drie jaar geprobeerd te promoveren. Maar het was een periode waarin het totaal... Ja. Allee, dat was eigenlijk onhaalbaar, toch? Zeg, Van, zijn jullie zelfs ooit in de buurt gekomen? Nee, in denk ik. Jaren? Het eerste, jaar, het eerste Eerst jaar, jaar hebben we eindronde gespeeld. Ja. En die hebben we dan ja, verloren. Maar ja, dat was... Maar toch ja. blijfde jij daar graag gezien, een soort van cult held. Hè? Ook heel veel Antwerpen van ze reageren op je komst naar hier. Dus oh, zelfs in die drie jaar dat je eigenlijk niet in Antwerpen die ploeg niets presteert. Heb je wel iets achter nee, wel. Hè? Ik denk, ja, ik dus denk dus dat daar... dat ook voor, voor veel mensen. Um, en dat is zo'n beetje de rode draad in mijn, in, in mijn carrière. Zo, ik heb altijd heel, hoe zal ik zeggen, open en eerlijk naar de, naar de sporters geweest. Ik was ook altijd bereikbaar. En dat is ook mijn grote geluk geweest in Azië. Dat... Dat zijn ze daar niet gewoon. En op Antwerpen Antwerp was dat ook niet. Gaat er zo één of twee die dat wel deden. Maar ik was altijd bereikbaar. Dus na de wedstrijd bleef ik ook als laatste hangen. Ik ben ook twee jaar kapitein geweest op, op Antwerpen. Dus dat was altijd. Ja, hoe moet ik dat nu zeggen? Na de wedstrijd: winnen of verliezen? De Alleen, met de supporters, ja. de chalet in. En, en, of hm. de socio in boven en met de sponsors. En, ja. Ik denk ja. dat dat grotendeels groot, ook. Uh... En zo, met de figuur Eddie Wouters werken? Was dat niet. niet zo oh, daarmee okay. onderhandelen alleen al lijkt mij een soort van theaterstuk. Waarom? Dat wil ik aan u vragen. Ja, Wat Wouter... moeten de mensen weten over Eddie Wouters, legendarische voorzitter van Antwerpen? Ja, Eddie Wouters is, is, is niet alleen voorzitter van Antwerpen geweest. Hij is een legendarische figuur in het voetbal to koer. Hij is zelf profvoetballer geweest. Is ja. uh, Rode Duivel, denk ik, geweest. Selectieheer van de Rode Duivels geweest. Is een van de grote bazen van. De kredietbank, denk ik, geweest. Dus was ja. ook een heel intelligente mens. Sponsor van Club Brugge, nee? Van, kredietbank toen? Nee, zo dat was schild, ik, de Generale Bank. Nee, 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 dat ja, was Anderlecht. Ja. Uh, en dan uh, heeft Marilyn Monroe ooit ontmoet, natuurlijk. Want die is in Amerika gaan voetballen, in Amerika gaan studeren. Ik denk in Yale, als ik niet wow, hij is vergis. ontmoet. Uh, die heeft de aftrap gegeven van een of andere legende match in Antwerpen. <laughs> en Wouters was, uh, was kapitein van die ploeg. Okay, uh, dat was goed. En, oh, <laughs> ja, en dan de langstzittende voorzitter van Antwerpen geweest, uh, Wembley gehaald, hè, de finale van de Europa Cup. En dan ergens de touch verloren met moderne voetbal na het Bosmanarrest. En die ploeg is in verval geraakt onder zijn bewind. Um, en die zat daar al tien jaar in tweede klasse, een beetje te foempen. Don Bosuil was ook ouderwets geworden. En ja, Eddie Wouters was nog wel de machtige Eddie Wouters, maar kreeg het niet meer recht. Nee, kreeg, en ja. iedereen zei dat onderhandelingen met hem iets van het allermoeilijkste was. Dat hij gekke trucken mm. had, dat hij ook alles wist van zijn spelers. Dat lacht gezegd veel. Ja, dat klopt ook. Ja. Als ik daar aangekomen ben vanuit van Bergen, ik weet dat nog, dat was wedstrijd 15 augustus. En ik werd daar binnengehaald. gehaald. Bartiza werd toen ook voorgesteld. Um, en um, ik werd daar binnengehaald en we hadden onderhandelingen. Ze hadden dat al afgeroepen op de wedstrijd en ik had nog niks getekend. Dus ik had, er was nog geen akkoord. Wij moesten nog onderhandelen, maar er werd al afgeroepen. Strategie? In de, voor de wedstrijd dat ik naar daar zou komen. Dus uh, wij moesten nog aan tafel gaan en ja, mijn, mijn manager zat dan bij mij en die zei van ja, we gaan uh, onderhandelen ja, en nu kunnen we doorvragen. Zeg, nee, omdat... Ja, ik zou ook net denken dat is in uw voordeel. Ja, ja. Maar uh, niks was minder waard. Dat was. Uh, ah nee, niet teken was goed. Ze we hebben teruggewegen. En wij buiten. Telefoon, en 20 minuten of 25 minuten later terug naar binnen. Hup, nog eens daarover. Hup. En dan zo. Ja, vijf, zes keer over en twee. Die wedstrijd was ondertussen al bijna half, denk ik. Hm. Tegen dat het echt uh, officieel definitief rond was. Kunt u ook wel een legend om ze te onderhandelen tijdens een match? Ja, die deed dat blijkbaar meer. Ja, ik zou dat maar, ook zo doen, denk ik. Dus ja. toch, kom maar in mijn loge kijk maar naar de match ja. en heb ik het wel onderhandelen heel veel lozen was er. de lozen op de bosuil. heel veel loge was dat Oké, daar daar ging het bezetsel dat van de muren komen was en uh, daar hadden ze posters overgehangen en t-shirts overgehangen voor dat niet te laten merken maar nou, okay, dan daar. zou ik het misschien niet doen <laughs> maar dat was gewoon zo ja dat, dat had zoiets historisch iets iconisch vind ik de boswal als je daar als speler naar het veld moest lopen Doe voor u of voor mij was. ja Bukken. anders liep hè. tegen elke buis tegen of tegen dat is nu ook man maar... ja ja. <laughs> ja maar toen was dat eh... en zo ja. de, de uit en thuisploeg die uit de verschillende kanten ja. naar buiten moeten ja. komen en dan elkaar ontmoeten ik vind ja dat ja, dat, dat had wel echt iets en hè? gewoon supporters die door je gang lopen en <laughs> dat was gewoon normaal daar hè ja. dus ja Okay. Ja, want jij hebt daar met Pivaljevic gespeeld, uh, met Kemonge met Tisa. Uh, ik denk Amerik de Vries zat Emerick toen ook Vries, in, een, in een heel goede periode. Ja. Ja, toch lukte het. Alleen, nee, dat zijn toch goede shotters. Ja. ja, maar ik denk gewoon dat het, het extra sportieve voor veel spelers. Gelijk, gelijk bijvoorbeeld een Benjamin Lambeau, die daar ook gezeten heeft in het middenveld, die achteraf Thubiese, Brugge nog gespeeld ja. heeft. Nou, weet je, voor heel veel spelers die misschien minder Minder feeling met die club hadden misschien. Ja, minder nuchter zijn. Die hadden het probleem met het feit dat soms eens twee maanden of drie maanden te laat was. Ik heb echt letterlijk spelers geweten die niet meer konden tanken, omdat ze geen geld niet meer hadden. Hè. Ja, oké. Okay, ja, dan... dan wordt het gewoon echt heel moeilijk. Dan om, gaat om... het ook naar het sportieve wegen. Hè? Tuurlijk, Als je zoiets tuurlijk. voelt dat spel. Maar dan blijf ik ook altijd... Ik blijf, en dat heb ik altijd voor geopperd in, op Antwerpen ook. Zeker toen ik kapitein was, vond ik dat betekent dat je niet deftig kunt omgaan met je geld, ja, ook niet. Misschien Punt. wel, ja, maar als je op een minimumcontract zit, bij een tweede klasser en je hebt huur en je hebt een, ja, ik weet het niet, ik ja. weet niet hoeveel dat jullie verdienden, hè? Uh, inderdaad, er zijn jonge spelers die te veel geld uitgeven, dat is zeker waar. Ah, ik, allee, ik bedoel, als je dan ziet wat, wat auto's dat er op de parking stonden, maar dat dan dat je dan juist die spelers die dan niks konden betalen van naft of, ja, dan had het gevoel dat sommige van die spelerskernen gewoon eigenlijk niet met promotie bezig waren? Oh, zeker, zeker met die extra, so, extra ja. sportieve dingen, natuurlijk. Ja, ja, dat is dan voor de supporters wel harte. Ja, want die tuurlijk. verwachten dan had, Antwerp, dat natuurlijk. Op Antwerpen, elk jaar opnieuw moest je wel meedoen voor de titel. Ja, toch? niet alleen daar, maar op Antwerpen was het bloed, zweet en tranen. Ja. Als dat er niet was, ja, dan werden echt. En jij voelde in de kleedkamer eigenlijk al een half seizoen van ja. Het gaat hier misschien toch niet lukken en nu, we zitten er wel mee. Ja, ja, dat is wel hard. Maar hadden jullie de meeste fans van de reeks? Ja. Want ik hoor altijd van zo de Robin Pond, de Omar, ze altijd, ik ging ook nog kijken in tweede klas. Blijkbaar was dat wel heel indrukwekkend. Er zat wel vijf, ja, zesduizend ja. man zeker, 55, 60, zoals 000. dat slecht ging. Maar ik hoor ook wel in de echt donkere periode, wel ook niet meer. Nee, maar als het dan een periode, titelmatch was of een eindrondematch, zat er die ik gemaakt heb, dan waren het toch, denk ik... Niet echt de, de gloriejaren. jaren. <laughs> nee, nee. nee. Toen hadden wij gemiddeld 5.000, 6.000 man. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is Oebelugd. het basisprobleem. Maar ja. wij, hadden, ja, ook, basis wij hadden ook nog wel. Er waren altijd drie, vier spelers die hun eigen kapot liepen. Hè? Ja. En dat was ons voordeel wel. Wij, in die groep gaat dan, dan een deel die dat daar heel veel problemen mee hadden. Maar gaat had dan een ander deel die daar doorkeken en echt gewoon voor hun eigen. Allee, ik, zeg, ik zeg altijd, als je prof zijn, ben is de prof. En inderdaad, als je dan eens een maand niet betaald wordt, of, of twee maanden niet betaald wordt. Het, het kwam altijd wel. Hè. Het is niet dat het niet kwam, maar ja, ja. veel spelers hadden er toch moeilijk mee ook. Het was, het, ja, het was en een, was het ook niet te veel een duiventil soms? Ja, elke zomer, tien, ja. Ik alle weg. verhalen lagen je nu zegt: je ik kan dat ver, er weinig zekerheid was. Een verhaal vertellen van een, van een, een, een indier die kwam testen op de bos, al, hè. Doe gerust, die, dat was, die de, speelde deze, cricket. Die zijn, nee, die is een vader. Dat was een sponsor. Ah, die okay. had de Antwerpen gesponsord om zijn zoon op de Antwerpen contract te krijgen. Een rijke in Indiër die in Antwerpen ah. woonde. Ah ja, oké. Okay. Dus je betaalde, ik, ik, ik weet geen bedragen: 125.000 euro. Die jongen die kreeg contract die sponsoring werd, die werd, van die sponsoring werd dat contract betaald, de rest ging dan naar de club. Die kreeg dan nog een bord van, de, van zijn zaak of weet ik veel wat. dat eraan. Dat was ja, ja. iets met diamanten of zoiets. En ja, dat werd dan, werd dan zo gedaan bij wijze van spreken. Die kwam in de naakkeren terecht. kwam in de terecht. Die jongen, die werd dat was, dat was een linkse voet, die werd rechts buiten weggestuurd. Die draaide volledig rond voor een bal om die met links te kunnen verzetten. Hmm. Dat wij dachten, van, dat nog nooit meer. Die kon zelfs niet mee Die voet was zelfs niet goed genoeg voor steunvoet te gebruiken. <laughs> maar, dat, was, maar, dat was een, maar, maar, een zo jongens, voetbalbelediging. <laughs> maar zo'n zo jongens, die kwamen dan testen. Ja, dat is natuurlijk ook niet bevorderd. dat je er zo drie of vier hebt, die komen, die komen testen, daar ja, zitten we niks mee. Ja, waar ja. zitten we dan mee bezig? Denk ik, als... ja, en, en ik denk maar... dat de onrust alleen maar groter ja, ja. wordt bij zo'n... Het idee ja, was ook, rondom hem, was, ja, kijk, ja, je krijgt hier een profcontract voor een jaar, en het jaar erop zit hij in India in de eerste klas te voetballen. Hè. En je ja. heeft daar een contract van vier jaar getekend, hè, het jaar erop. Hè. Echt? Omdat en hij ja. dan kon zeggen, ik heb een jaar bij Antwerp gespeeld. Hè. Ik heb ja. in Europa gespeeld. Ja. Ja. En heeft je vader dan nog, nog iets betekend voor de club? Ik heb er nooit niks meer van gehoord, <laughs> dus ik, ik veronderstel dat dat... Oh. Uh, ik heb een vraag van Nicolas. Wat is de mooiste herinnering aan uw periode bij Antwerpen? Hm. Mijn, mijn afscheid. Afscheidsmatch. Met een hat-trick? Met een hat Oké, okay. ja. Waarom? Omdat het erop zat. Alleen zo. Nee, nee. Dan precies? nee. Uh, omdat ik toch signeel. nog iets kon terugdoen naar de ja. sporters toe. Want ik heb eigenlijk op Antwerpen, en dat vind ik, dat doet mij nog altijd pijn, ik heb nooit geen afscheid gehad. Nooit geen afscheid gekregen van de supporters. Omdat de periode als ik, ik vertrok, werd ik, ik buiten geduwd eigenlijk eh, door Hofman en Vragen in de tijd. En ik moest dan, ik had dan afspraken met de club dat ik mocht vertrekken voor die bepaalde bedragen en ik vertrok dan uiteindelijk. En op het moment dat ik eigenlijk die wedstrijd gedaan was, was zo mijn idee van toch nog iets te kunnen terugdoen naar, naar, naar de sport terug. Want toen, op die moment, met het bestuur van de club, allee, dat, dat ging helemaal niet meer. En waarom ging dat dan niet? Ja, ik had, ik, weet je, ik was nog de laatste speler van het uh, Eddie Wouters-tijdperk, dus dat was... Dat iedereen hebben. Iedereen van het Eddie Wouters-tijdperk was al weg. Dus ik, ik was nog de laatste nog, en ze hadden het idee voor volgend jaar, ik had het gesprek gehad, ja, ik wat gaan we doen volgend jaar? Want ik, heb, ik had... Uh, Contract van, van drie jaar en dat liep af. En ze zei: Ja, we gaan volgend jaar niet verlengen. Ik zei: Oké, okay, maar mag ik dan nu vertrekken met de winst op? Kunnen mij nog iets verdienen? En dat was ook direct in Kellen en Kruiken, bedragen, papieren. En dan spelen wij die wedstrijd. De wedstrijd was gedaan. En dan in een keer mocht ik niet meer weg, ik mocht zelfs niet gaan naar Ginder gaan. Er werd verboden. Ze zijn mij nog achterna geleden, een luchthaven, alleen noem maar op. Echt? Ja. Lijkt een Amerikaanse film. Ja, Ja. Maar... Had je dat dan door op het moment zelf? Nee. Maar ja. oh, wat was dan hun bedoeling? Want ze wilden toch van u uit? Ja, ik denk als je een hat ja, maakt Op de fans dat moment niet meer, hè. Dat de op fans dat moment niet meer, van... ja, Want oh, we ze hadden een heel veel bang voor de, voor de reactie van de fans. Ja, Natuurlijk, Ineens, dat na al die weken van ruzie, ineens je shit, die is populair. Misschien moeten we die toch bij Het, het probleem daarvoor was daarvoor even doen? droog misschien. Ja. Ja. Ah, ja, ja, op, ja. Op, op dat moment had ik, uh, denk vijf of zes scholen met de winterstop. En... Um, Hadden Ik stond helemaal alleen in een aanval toen. En toen is die een John Coffee van Engeland gekomen. En we hadden dan tijdens de winterstop ja, goed samen getraind. En toen was die een Hasselbank. Ja, ah ja Jimmy Floyd Hasselbank. Ja. Ja, ja. En die pakte ons bijeen en zei: van We gaan zo en zo spelen. En die eerste wedstrijd was donker Dus ja, hij geeft twee assists op mij. En dat, was, welle, dat, dat klikte echt. Dus dat was zo even, even nog iets. En wij, als je die beelden gaat terugkijken... ik heb ze twee weken geleden was iemand op een Breakfast die nog de beelden even boven hield. Ja, En dan zie je van na die. die goalen, legendarische match tegen Vietnam. Ja, maar dat was dat toch mooi. Dat was een Antwerp supporter, die kwam dan bij ons en zei: Ja, weet je dan ook die beelden? Ik zeg, ja, dat... en dan zag je na elke goal de, de spelers van de groep die wisten daar natuurlijk van. En, en toen begonnen die natuurlijk zo karate trappen van. Van ah, het, ja, ja, die ah, wisten ja. dat al. Van het, het, ja. het Koreaanse. Uh, maar niemand wist dat, maar ja. de spelers wel. De spelers ja, ja, wisten ja. dat allemaal natuurlijk. Hè. Ja, ja ik, als je dan een nettrick maakt en, en zo, vol, allez, zo snel gaat het in het voetbal dat een Hofman zijn ineens toch van gedacht verandert. Van, Oei, die score die nu toevallig een nettrick, mm -hmm. We moeten die bijhouden. Zegt ja. misschien weer veel over de visie achter het beleid Denk van de voetbalclub. Wel. Hè? Maar voor u was het al point final, jij wacht ja, ja. sowieso van plan oh, te Ik had, trekken, ik had ja. zoiets van. Denk Alleen. eens als je de beslissing neemt ja. om naar Azië te gaan, dat is zo, een, zo Zijpend, impactvol, ingrijpend uh. dat je ja. al... niet tegenstaande dat ik kinderen gekomen zijn, want de bedoeling was dat ik naar Kinder ging, ging kijken of dat het voor de familie, want ja, ja. als je tegen u ja, zegt ja, ja. van, uh, je mocht volgende week in uh, Azerbeidzjan gaan werken, ga je ook mag. wel even, even Ik ga niet zelfs. Nee. Niet kijken? Nee. <laughs> maar ik, mijn eerste dingen was ik wil gaan kijken dat het wel voor het gezin Snap ik. zeker in orde is en of het wel echt is. En of ja, echt. maar dan komt de kinder. Ik kan u garanderen, ze stopten ons daar in een hotel waar geen bedden waren. Hè. Dus wij moesten op de grond slapen. Hè. Ja, dat? Ja, dat was een traditioneel hotel daar. Dat was dus eigenlijk gewoon een, 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 vloer. Nee, een vloer. En in die vloer was een gat in. Een vierkant in zal ik zeggen, van 10 centimeter diep. En dat was verwarrend met vloerverwarming. En daar lag een matje op en daar moesten wij op slapen. Oh, en mijn ja. makelaar. Ik had een dag daarna fysieke testen, of medische testen. Dus ik zei ja. Nooit van zijn leven dat ik hier ga slapen want dan zeg ik morgen een vrak hè dat gaat niet lukken en toen zeiden ja ja maar ja er is wat wij toen op die moment niet wisten dat was een weekend een feestweekend ging erachter. alles was vol zitten alles was vol zitten zijn wij in een love model gaan slapen hè ik heb met mijn makelaar zo 30.000 won voor een nacht betaald bij wijze van spreken om dan daar in zo'n bed met een hartje boven te gaan liggen is, ah nee. Ik weet niet dertigduizend volgende woning. dag Ja, ja. <laughs> maar dan kreeg je zo in één keer die reality-shock van goh, het is hier min 15, op het moment dat wij daar kwamen, was het min 15. Alles ja, het is, is grijs, uh, grauw, er was niks te zien. Al het gras van alle voetbalvelden, dat zag bruin, hè. zo bruin als die maat hier. Hè. Oui. Maar dat oui. was daar seizoensgras. Dus in het winter werd dat bruin, maar dat was veel steviger in de zomer dat dat tegen de warmte kon eigenlijk. Ja. Just. Maar op die moment ja, had ik daar geen, geen enkel idee van dat dat zo is. Dus wij kwamen eraan. Ik, je ziet dan foto's op het internet van dat is daar en dat is daar. Maar je komt dan in de reality en dat is daar totaal niet zo. Ik heb op een gegeven moment naar huis gebeld en, en tegen mijn vader gezegd: van, Kijk, uh, morgen ben ik terug. Uh, of overmorgen ben ik terug. Dat ga je niet door, want dat trekt hier op niks. Bel dan maar naar die wouters als ik terug ben. Allee. <laughs> nee, nee. Je als... ja. Tot op de moment, smorgens, die medische testen gaan doen. Ik moest dan naar het stadion komen. En ik uh, kom dan in dat stadion. Dat was Euro uh, WK 2002 stadion. Ik kon 50.000 man in dat stadion. Ja. Maar ja, het gas dat, was bruin. Nee, nee, nee. Het was... was gecoverd. Hè. Dus ja. dan ik volledig. Dichtgezet, uh, met van die verwarming boven. En ik zeg, ja, het veld hier, uh, wacht, we zullen eens even opdoen. Er werden daar zo 15, 16 man op getrommeld, ben die een doek eraf te trekken. Dat was een, een biljart. dat kunnen je, je niet voorstellen. Nee. U, uw makelaar was dan een belg Ja. Had hij nogal ja. spelers naar daar gebracht? Nee, ja, ik was ten allereerste. Hè. Maar dus die ploeg heeft u dan wel effectief gevonden? Dat is niet ja, dat uw makelaar. Bizar. Zo gaan... Hoe vind, heel, met, ja, nee, te nee, nee dat is heel stom. En waren in, uh, wij moesten tegen Tubize spelen met Antwerpen en die waren een speler aan het volgen van Tubize. Die makelaar. Dat was een Italiaanse oh, makelaar. Dat hadden ook veel, hè? Ze komen scouten voor een andere speler ja, en dan puur toeval, eigenlijk. Ja, puur toeval, ja. Maar en in... mijn carrière is 80% van de beslissingen die eruit gekomen zijn gebaseerd op een toeval. Dat is altijd zo. Ik denk dat dat zelfs bij heel veel spelers is. Dat is constant zo. Want je dat staat kan niet anders. Stomme momenten die ineens een zotte impact hebben. Ja. 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 Je staat aan de andere kant van de wereld. In Zuid-Korea. Je... je ligt op de grond. Je ligt op de grond. Op een matting in je put. Ja. Ja, maar... en, en, en een dag staat daar in een gigantisch stadion. En weten zij wie jij bent? Weten ze eigenlijk wie ze kopen? Ja, ja, want hebben de, hun, hun twee hoofdscouts zijn in België geweest om te komen scouten. Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus dat wordt via een makelaar, was dat toen? Uh, een Italiaan was dat toen je ja, was die, die speler van aan het volgen, ja dat werd dan niks. Allee, hebben ze, allee, werd niks. Ze hebben dan die wedstrijd beslist van we gaan Kevin ook volgen. Zijn ze ons beiden blijven volgen? Ja, en dan uiteindelijk. Want dat was ook een spits. Dat was voor dezelfde ja, ja, positie. Was voor dezelfde positie voor dezelfde ploegen. Ja, ah, mooi. Zo toch eigenlijk. Ja. Uh, Day John Citizen. Day John Citizen, ja. Heb je juist gezegd? Ongeveer, hè. ja. Day, Day John. Day John. Van de hoe hoog moeten we die inschatten? Is dat top top Als je dat vergelijkt met Belgische competitie. Pff, STVV, Wasland Beveren. Ja, het is dus, te ging rechterrijden. Maar wel wat vijf, pech, degradatiekandidaat, maar normaal ja, gezien. Erin nee, 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 nee. Degradatiekandidaat. De okay. Alle jaren. Allee, ik heb daar meer over. Nu, Sint-Truij, doe het deze jaar heel goed. Nee, nee, maar ja. Daar, maar dat is wat je andere jaren is dat zo. Allee, maar Beveren, die, die dingen. Soms een uitschieter, maar meestal, meestal zo vechten om erin te blijven. En ja. dat was toen ook, ja. Ze zei toen tegen. Het, het grote voordeel was: ik zat in het helft van het seizoen. Hè. Dus ik kom daaraan, ik was eigenlijk al topfit. Ja, ik had dan ook juist er redelijk wat vertrouwen opgedaan met die netrek te maken de laatste wedstrijd. Dus <laughs> de, de spits en vertrouwen, dat is zo goed. Ja, dat is, maar dat was, dat is enorm belangrijk. En die, ik, je zet daar direct beginnen scoren. Ik kom daaraan en wij hadden voorbereiding. Die zaten, twee weken waren die bezig in de voorbereiding. Wij waren op, op uh, trainingskamp. Um, en wij waren, ik werd daar ja, in die wedstrijden in één keer bij gegooid. Dat waren dan. Tegen tweede klassers, uh, universiteitsploegen. Want daar is het systeem helemaal anders van jeugdploegen. Ja. En dus ja. Amerikaanser. Je ook, ja, ja, je kunt ook niet in een eerste ploeg komen van nu 16, 17 jaar. Daar is dat dus pas een, vanaf 21. Een ploeg heeft geen jeugd. De nee. jeugd is losgekoppeld van de ploegen. Ja. Okay. Ja. Dus dat is altijd universiteit. En van de universiteit kunnen ze dan gaan halen, zal ja. ik zeggen. Dus daar is dat altijd zo. Maar wel opmerkelijk dat, of ik vind dat opmerkelijk in Zuid-Korea dan, een degradatiekandidaat meer geld heeft dan. Antwerp. Of dat die hem hoger loon kunnen geven dan Antwerp. Ja. ja, ja. Maar dan vind echt... ik het raar dat niet meer spelers ja. in tweede klasse dat avontuur aangaan. Als, of, of over hoeveel verschil Als spreken we? Is het maal, maal twee? Maal vier. Maal vijf. Maal vier, maal vijf. Ja, dat is gigantisch. Ja. Dat is een verschil om erover na te denken, toch? Ja, maar maar moeten we moeten makkelijker is... worden om zo tweede klasse spelers naar het te brengen. Het probleem is dat dan dan dat, een goed dat dan normaal doen. niet gebeurt. Hè? Nee, dus maar ma daarom, ik vind het raar dat het niet meer gebeurt. Ja, want er omdat zijn het toch heel weinig is, Belgen. Er zijn eigenlijk ja, quasi geen Belgen die Wij zijn ermee bezig geweest. Wij, ik met mijn makelaar zijn ermee bezig geweest om spelers waar wij van dachten, en waar ik nu over spreek, is dat jaar dat ik daar zat, aan de, de Poitre, dat in Oostende. Ja. Die hebben wij, daar heb ik letterlijk mee aan tafel gezeten. Van, Kijk jongen, dat is hetgeen dat ik nu verdien. Dat is hetgeen dat jij nu verdient. Je kunt dat direct daar gaan verdienen. Je zei nee, doe dat niet. Achteraf gebleken. Goede keuze, Goeie keuze geweest? geweest dan, dan, dan. Ja. Tenzij dat hem daar hetzelfde had gedaan als dat ik gedaan had. Hè. Want dan spreekt hij nog over heel andere bedragen. Hè. Dan had hij naar een absolute ja, toploop Dan gegaan. had hij in China, ja, ja, ja. bij wijze van spreken, dus financieel gezien, maar voor hem was dat ook toen anders. Hij had geen vriendin doen. Het is heel moeilijk om alleen, denk ik. Allee, voor ik, mij zou dan, ja, toch... ja, ik zou dan een vriend mee pakken of zo, maar alleen ja. doe je dat nee, denk ik inderdaad niet. dat is inderdaad... Dus... dus ik had al een, een dochter. En, en wij waren al getrouwd, dus ja, dan is hij iets anders. He. Je pakt je gezin mee en je bent weg. He. En je had misschien ook wel al gevoeld, eerste klassen in België, daar, dat ligt ja. niet voor mij, dus bewuster de keuze ja. maken. Ik laat hier geen supersportief... Nee, nee. nee, klopt. Nee, Zuid-Korea is ook een, is een gigantische markt economisch. Het is een belangrijk land in Azië, heeft heel veel economische activiteit, ja. heel grote steden. Dus ja. dat is wel een bruisend land, toch? Dat is een modern uh, ja, ja, land maar... uh, met heel veel innovatie. Als, ze dat, veel zei, je, ook, ik, als ze dat tegen mij zeiden, ook denk ik. Als ze dat tegen mij zeiden van, ga naar Zuid-Korea, had ik zoiets van, oei, nou welk derde langt... Ja. Ga de mm -hmm. Als je naar Ginder komt, Een stom voorbeeld die staat mij alles drie, vier, vijf jaar voor. Hè. Hoe dan? Ik, ik kwam eraan en ik zag iedereen lopen kostuum en sneakers eronder. En ik dacht, hey, van klonen zijn dat hier. <laughs> maar ik kwam gek, twee jaar later, drie jaar later kwam ik in België en iedereen was sneakers. En ik ben eronder. zo getrouwd met sneakers ja, ja, mijn sneakers. Ja, maar, was maar toen was klonen, dat man. niet, hè? <laughs> toen was dat gewoon niet. Het, alles qua kledij, qua haarstijl, qua, qua leven, gewoon, die staan gewoon tien jaar verder als wij. Tien jaar. Zot. gemakkelijk. Maar ja, je denkt dan, ja, ik denk dan vaak aan de, de Japanse cultuur, hè, heel veel lichten in de grote steden, die, die hoge snelheidstrein, hippe eetenten met ja. sushi en zo. Is dat is het zo echt? Zuid-Korea is ook zo, ja. ja. Maar misschien toch ja. iets naartoe gaan ja. ja, eigenlijk. Dat is een, echt waar als ik Maar hoeveel procent van de restaurants zijn dan sushi bijvoorbeeld? Ja, maar je hebt daar nog andere dingen, hè. Ja, Allee, ja, maar ja, maar... <laughs> ja, sushi, sushi in Zuid-Korea bijvoorbeeld is, is Ja, nee, Japan had eerder zijn, In Japan ja. hadden we dat ook. Maar... Wat is Zuid-Koreaans dan? Zuid-Koreaans is... Hop. Ramen. Noedels. Nee, ook... nee noedels is, uh, is ook Japans, hè. Ah, ja, Ramen ja. is ook Japans, hè. In Zuid-Korea heb je heel veel... Alleen daar is een mentaliteit van altijd uit te gaan eten. Wij gingen daar ook gewoon zeven dagen van zeven uit eten, ja, dus Je hebt geen keuken toch geen Franse keuken of zo? Nee. Je hebt daar alles. Ja, je hebt toch, toch alles? Ah, okay. dus kon ook friet. Een, ja, ik voilà, je kon ook een biefstuk friet gaan eten? Ja. Ah ja, oké. Okay, okay, ja. Zonder problemen. Kom. Hey. <laughs> dat gaat wel lukken. Ja, maar ja. maar een ja. als je daar toch? woont, gaat het dat niet eten. Nee, oké. Okay, dat snap ik ook. Nee. Of Want, zo, uh, het eten daar is honderd keer beter dan het hier. Het is veel puurder, veel... Veel vies en zo. Ik, dat, ja, dat is ja. echt iets waar ik heel, heel hard mis. Van ah, ja. Echt heel hard. Ik koken zelf Zuid-Koreaans. schet. bijvoorbeeld hier in Bergen met een heel goede Zuid-Koreaan. Wij gaan regelmatig naar daar. Ah ja? Huh? Oké, okay, dan moet ik dat ook eens doen. Dat ik ben nu wel benieuwd hoe dat, dat, dat anders is, ja, is dan Japan bijvoorbeeld. Is dat dan hier in België, die Zuid-Koreaan, is dat dan ook met de pure ingrediënten en ja. zo? Okay. Dat is een mens... Want, dus wij zijn daar heel toevallig bij uitgekomen. Dat is, dat is een mens, wij gingen daar eten en die, en die had mij herkend. Die zei van... Ah. Ik zeg, oh, ik heb <laughs> nog daar... En dat, ik heb nog matje van u gezien en die, dat was een Zuid-Koreaan die er regelmatig over het weer ging, ook voor producten en zo om ja. naar, naar hier te krijgen. Maar ja, dat, dat is gewoon. Het voetbal, daar leeft gewoon ook heel hard. En alles wat daar rondhangt, ja, wij gingen met de voetbal constant uit eten. Dat was gewoon mentaliteit daar. Mensen als dat die, geen keuken is die super ongezond kookt. Nee, dat is, dus dat is echt niet super gezond. Dat is allemaal heel puur. Gelijk dat wij, als wij een steak friet gaan halen, moet altijd saus bij zijn. Ja. Daar is dat niet. Maar die steak is ook honderd keer lekkerder dan bij ons. Dus wij hebben geen saus nodig. Hè. Daar. <laughs> en zeiden daar. Eens? Ik heb honger. <laughs> ja. Oi, dat Wagyu zeker? Is Wagyu een, steak. Oh, dat is hè? lekker, joh. Peper Peperduur wel, ze. Ginder niet, hè? geen Ginder niet. Maar ik weet, mijn dochter, mijn dochter is nu 12 jaar. Die eet thuis geen steek meer. Hè. Oei, waggiejoe. Die eet dat niet, omdat, omdat die dat dan niet lekker vindt. Is. Die vindt dat niet lekker. Die, die structuur van dat vlees is hier te tuin of een aantal zij gewoon is. En heeft je lichaam daar zich op moeten aanpassen? Aan te eten Aan te eten kinder of terug naar hier komen? Uh, beide. beide. Maar we zullen beginnen met te eten kinder? Ginder eten wel, omdat het vrij pikante keuken is. Ah, ja. Dus ik kon vrij pikant eten, mijn vrouw kon dat niet. Ik heb ooit een restaurant gaan eten, te voet naar huis gaan, dat was altijd zo, ja, appartementsblok, naar beneden gaan, en dan zijn daar vijftien blokken, en onderaan die blokken, dat zijn allemaal restaurants. Dus je moet niet ver wandelen om te gaan eten. Maar wij gingen dan zo een blokje of twee verder, vijf minuten wandelen, eten, en dan zo naar huis wandelen. Oh, schat, ik moet gaan lopen. Hè, want het gaat niet lukken. Hè. En dikwijls op die lift, daar staan zweten. Oh, nee. Echt, maar nog, nog niet half boven de wc hangen en de broek al naar beneden trekken. Dat je echt niet meer kunt. Hè. Dat is in het begin echt. Dat is wel, je moet eraan wennen, denk ik. Moet aan wennen, en terug is het dan minder? Ja, nee. Je mist dat wel. Ik zei wel, als ik naar België gekomen ben, de eerste vijf, zes maanden trek drie, vier kilo bijgekomen. Ja, van vettiger eten, oh, veel vettiger, ja, vettiger ja. eten. Ah, ja, Aziaten ja, okay. ja, uh, leven ook langer. hè. We hebben dat ons eerste zomaar. scheidverhaal van 2022. Ja, ja. <laughs> <laughs> Pikant eten in Zuid-Korea. Wat ja. voilà. ik me wel afvraag, uh, we hebben het daarnet al even kort gezegd. Je hebt eigenlijk een seizoen van anderhalf jaar gehad, dan. zonder echte pauze. Ja. ja. Was dat zwaar voor het lichaam? Of? Nee, niet echt. ik heb dat niet veel. Uh, moest ik dat nu voor hebben, wel, maar toen op die moment niet. Maar ik heb eigenlijk die, die jaren dat ik kinder gezeten heb, eigenlijk nooit niet stilgelegen. Want als ik in België kwam, ging ik altijd meetrainen bij Heist op den Berg of bij Geel om, om fit te blijven. Dan moest ik ook niet op mijn eentje honderd uh, keer gaan lopen bij wijze van spreken. Dan kon Smakelijk. ik gewoon die trainingen ja. meedoen en ik ging dan twee keer per week meetrainen en dan liep ik zo nog een keer bij en dan bleef ik eigenlijk redelijk fit. Ja. Dus ik heb eigenlijk een heel jaar altijd doorgaan. Ik miste zo het, ja, kerst en nieuwjaar, dat was dan wel eens even ertussenuit, maar voor de rest was ik altijd aan het trainen. Want van de, allez, van de Aziatische sportcultuur wordt wel gezegd, discipline, heel veel uren maken, uh, ja, heel veel lopen, dat, is dat zo? Is dat echt zwaar? Ah, en dat lag u misschien net. Elke, elke voorbereiding bij ons was uh, starten met twee weken aan een stuk, zonder vrije dag, vier keer per dag trainen. Vier keer per dag. Een soort ja. van Spartaanse regime. zo. Ja, ik heb honderd keren de vraag gekregen van spelers hier, van kunnen wij niet naar daar? Maar zo spelers die hier in België de kantjes eraf liepen. En dat Amai. ik denk van, wat ga jij daar toch doen? Maar daar was dat echt half zeven opstaan, kwart voor zeven op veld staan, zeven uur starten met lopen. Acht uur, kwart na acht, terug, terug naar binnen, douchen. Dan... Ontbijt, half tien terug op veld staan, dan zo'n circuit, krachttraining met van die mets en sprongkracht en zo, die dingen allemaal. Ook maar drie kwartier een uur, maar dan middageten, dan sliepen wij anderhalf uur, denk ik, en dan gingen wij half drie terug buiten, half twee, half drie terug buiten. Dat was dan was aan veldtraining, pas aan trap, uh, balbezietjes, uh, zo. Ja, looplijnen, al die dingetjes zo. En dan s'avonds de fitness in. Hè. Half tien, terug de fitness in. En zo was gewoon veertien dagen aan een stuk. Maar dat is toch je wel een machine, heel zwaar? Ja, ja. Dat moet ervoor voor gemaakt zijn. Je moet er koesting dat... in hebben om dat vol te houden. Hè? Ja, maar je, je hebt geen keuze. Hè? Iedereen doet dat daar. Dus waarom zouden we dat dan niet doen? Ah, wel ja, oké, okay. voor, okay, voor die, die kunnen, Koreanen dan. zijn dat gewoon, maar echt... Uh... Je moet het kunnen in de zin dat iedereen kan dat. Iedereen kan dat, maar je moet dat willen. Nee, maar de, ik vind dat je discipline nu niet genoeg als een, als een kwaliteit ziet. Ja. Dat, is niet iets, dat is geen aan- en uitknop, anders zouden veel meer mensen dat doen. Ja, ja. Dat is een kwaliteit, ik weet dat niet. voor mij is dat altijd gewoon: dat als, af, ze iets ja. zeggen, als ze iets zeggen, dan wordt dat gedaan. Ik, heel mijn carrière is niet zo geweest. En ze zei tegen mij: ja, we gaan nu uh, op de 10 spelen. Ik heb zo een jaar gehad bij de, bij de topploeg. Dan zei van ja, als een, als een diepe spits, die, de, 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 de speler van de nationale ploeg. Hey, Lee Dong-gook, alle jaren 25 goal in de in de riks. en ik ging naar daar en de zei tegen mij, je gaat daar niet spelen. Ik zeg ja, zullen we wel zien hè? Hm. Dus kwam daar aan en de zei van ja, hm, willen met wie je samen is misschien moeilijk, diep, maar we gaan nu proberen op de 10 te spelen. En Ik heb een heel jaar op de 10 gespeeld. Voor mij maakt dat niet uit, als ik maar speel. Dus of dat ik nu, ik, ik moest toen heel veel verdedigend werk op, op uh, knappen, maar ik profiteerde van dat iedereen hm. Met hem bezig was en niemand met mij. Nee. Dus ja, alles is een voor- en een nadeel. Als ik dat Wat? zo hoor, van, van veel arbeid veel trainingen, ook volgens mij hiërarchisch, veel discipline ook, dat veel Belgische voetballers er totaal niet zouden aarden, toch? 80% van de Belgische voetballers kunnen niet naar daar gaan. Dat gaat niet. 80% nee. iemand... kan dus wel vijf keer zoveel gaan verdienen daar. Ja. Ja. Ja, als je ja. een trainingsbeest zet en. en, en ja. Ah, vind als je een mentaliteit hebt en, en je eigen nederig kunt opstellen naar een ander toe, dan kunnen wij perfect ja. houden. Dat is een van mijn geluk geweest. Wat is, daar een is nederig nederig opstellen? Heb is dat geen gigantisch je... ego. Ja. Nee. Het ding is daar, ja, iedereen dat ouder is dan uur is op de, op de ladder, op de hierarchische ladder, groter en beter als jij. Ook als hij een mindere voetballer is. Ja. Dus iemand die ouder was als ik, die moest Kik's morgens met mijn hoofd in mijn kas, mijn hand in mijn zij, een hand gaan geven, volledige focus, ik mocht hij niet in zijn ogen kijken, dat was gewoon respect. Daar. Respect, dat moet je kunnen. En als je ik heb dat van de eerste dag, heb ik tegen mijn vertaler gezegd, zeg, waar moet ik hier op letten met die culturele verschillen, dat ik geen domme dingen doe of geen, niemand tegen zijn schenen stamp. <laughs> ik weet het. Eerste training, eerste training, dat ik daar aankwam. kwam. De training was gedaan, de training zat erop. Kuipe en Zand op het trainingsveld we hadden wat afgewerkt. Uh, die zaten al twee weken verder in de voorbereiding, dus we hadden wat afgewerkt. En er waren ik weet niet van ballen over. Dat was zo'n stadion, ons trainingsstadion een stadion met een pist rond. Die ballen achter de goal. Alles er neffen getrapt. Ja. <laughs> <laughs> veel van die jonge gasten, de bedoeling is daar, die jonge gast die doet daar alles. Die ruimt alles op. Maar er waren er drie, vier jongens gasten die zo'n spelletje naast dingen aan spelen waren uh, die niet betrokken waren bij de oefening en op een gegeven moment de training, na de, na de training wij, gaan wij altijd standaard in de ronde staan dan wordt er zo een klapje gedaan van, allee, dat je zo goed getraind had motivatie en voor het afsluiten van de training en de, de trainingstaf gaat weg en een van de oudere gasten die pakt en spreekt de gasten toe en mijn vertaler zegt, ja, er is blijkbaar iets gebeurd, zegt hem, er zijn ballen weggetrapt en de trainers zijn die allemaal moeten gaan halen. Oei. Terwijl dat, dat niet mag. Niet kan. Ja. Dat mag niet daar. Dus je spreekt een van die jonge gasten toe, van jongens, hoe kan dat? En die lachte en Die, lacht die, die oudste van de ploeg, die, die loopt daarin, hè, gelijk in een, in een film, die springt omhoog en met zijn platte hand slaagt hij je van vuur op deze gezicht. Bij die jonge speler. Bij die jonge speler, die, die valt achteruit. Zo. En ik, ik stond zo te kijken, ik zeg, is dat normaal? Ja, zegt hem, gewoon niet reageren, zegt hem, dat is, dat, dat is daar dat gewoon. Dat is een sanctie, en, voordat hij ja, ja, niet zijn plicht deed als die, jonge gast. Ja, en dat waren dan Amai. drie, vier jonge gasten, waar ze dat tegen gezegd hadden, die alle, alle drie... In shock. Drie waren <laughs> zo aan de beneden het kijken, van, van ja, je hebt gelijk, wat er aan moeten doen. Die andere die was zo wel lacherig bezig, ja, die werd daar direct op afgestraft. Amai. En dat was zo, mijn eerste training was heel zo, oh, waar zit ik hier? Discipline. Ik zou wel verwachten ja. als je springt om iemand te nee. ja, 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 Springen ja. en slagen is zo ja, van, ja, Ja, maar dat was echt zo, die liep aan. Kun je, je kung fu? Nee, maar ja, ja ik ben me dat dan allemaal aan het inmelden. Ik, je dat ik vertel, kan me dat nog ja, levendig voorstellen, echt. Dat was, ja, ten, ja dat. ik heb direct in de bus gekomen, ik heb direct mijn vrouw gebeld en gezegd dat is er gebeurd. En zo heb ik oei, zo kan ik u 15, 20 dingen zeggen die, die zo direct meegemaakt heb, waar ik van denk van dat kan niet. Dat gebeurt in Belgisch voetbal jamais noord, de la vie. Ja. Maar alleen maar zo vechten op training en zo. Nee nee, reageren, nee, nee, nee. Alles. Nog? alles. Ik, heb, ik heb ooit iets meegemaakt. En, 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 dat was eigenlijk een, een soort van offer dat ze brachten voor een goed seizoen, voor goed look. In een goed seizoen. Ja. En wij stonden in een stadion in ons stadion van Deijen Citizen, waar 32-33.000 man was, muis stil was. In het midden van het stadion, in het midden van het veld stond een altaar met een rode loper van aan de zijkant tot aan het altaar. En ze hadden tegen ons gezegd: "Van kijk, ja, je moet een envelopje met geld op die tafel gaan leggen en ik zeg eens voor goed geluk. En we hadden twee Brazilianen in het ploeg en die mannen zeiden: "Ja, wij gaan dat niet doen, want wij hebben een ander geloof." Ik zeg: ik wil cool, dat we wel gezien hebben. Allee, ik wil dat wel eens gedaan hebben, een beetje uit respect voor... Je dus ik, ik kunt ook naar daar. stond daar zo'n grote varkenskop op, op die tafel. Met zo wat fruitlings, Zo echt heel, heel raar was dat, vond ik. En dan moesten ze zo op je knieën gaan zitten, een paar keren voorover buigen. Dat was echt zo het boeddhistische. Zo, en dan moest je dat envelopje in die mond van de varkens teken. Maar de weg van, van daar naar het midden van het veld, dat was op die rode loper schoenen eruit doen, want je mocht niet met je schoenen op die rode loper. Ik heb het heel veel spijt dat ik dat toen niet gefilmd heb, of laten filmen heb. Maar dat was... Elke voetstap dat ik zette, dat hoorde kraken van het gras zo. Maar je moet je wel inbeelden. Er zat 32.000 man in dat stadion. Hè? Dus dat is... En die moesten stil zijn om het kracht bij te zetten, of? Ja. Ah, traditie. Dat dat, de traditie ja. was daar zo, dat dat... En wij hadden dan zo een speciaal ja, gewaad aan eigenlijk allemaal dat wij naar kinder moesten man dat dat, ik zeg het als ik het vertel mijn haar komt recht naar omhoog staan dat is zo, zo indrukwekkend dat dat kan, een stadion van 32.000 man 33.000 man zo stil krijgen, dat je het gras onder je voeten hoort kraken van die rode loper dat erop ligt dat is een spiritueel beleving is eigenlijk toch ja. ik heb heel veel ik was heel blij dat ik dat toen gedaan heb die mannen zijn blijven staan, die Brazilianen. Maar al die spelers hebben dat gedaan. Die doen dat daar ook. En ik vond, ik vond dat ergens. Wij zijn allemaal christelijk opgevoed. Maar is, ik denk niet dat er nog heel veel mensen zijn die het echt nee, nee. beleven, zal ik zeggen. Maar ik vond dat dat een soort plicht was om dat te doen. En uit respect naar de club toe. Uit respect naar uh, dingen toe. Ook al geloofde daar misschien niet 100% in. Maar dat was gewoon. Ik zeg het moeten moet er niet te veel op bouwen, want ik krijg daar kou rillingen van. Zo, ja, maar kou rillingen is niet positief. Jawel. Ja. jawel. We zullen er nog even over babbelen. <laughs> <laughs> hoeveel, hoeveel, hoeveel geld heb je in die mond gestoken? Was uh, dat, dat eigen was, geld? Nee, dat ja, dat was eigen geld. Dat was 10.000 won. Dat was. Ja. 3-4 euro of zo. Ah, okay. Ah, okay. <laughs> dat was niet... Ik <laughs> dacht ook dat er nog een 3-400 ging komen. Nee, nee, dat was, dat was totaal niet de bedoeling. Het was gewoon het idee dat je. Symbolisch. Hè, symbolisch. Ja, en, en die supporters komen naar dat stadion, alleen voor dat ritueel. Alleen voor dat, ritueel. dat is geen nee. match. Nee. Mai. Wat de hel, jongen. Ja, dat is, dat, is ja, dat, dat kennen wij niet. Hè? Maar dat, dat is dat wel machtig, denk ja, ik. komt is een de Vandag maken. hier in België. De ja, start van het seizoen, of zo? Ja, dat was ja, voor het seizoen en een week ja. voordat het seizoen begon. Ja, mai. Ja? Kort hier, uitgelachen, man. Ik vond dat niet zo... Maar nee, het was inderdaad, het was gekoppeld wel Alla, aan orde. aantekeningen, sessies en ah, zo die dingen. Zo. Het, was na, het was na vandaag. <laughs> On, ongeveer, ongeveer. Ja. Waren je daar niet altijd bij de grootste? Nee, als je naar Azië reis, dan pas ik niet in die bedden. Ja, maar jij zegt dat groot, is een ja. van de grootste misvattingen die dat er zijn over... Uh, de, gemiddelde personen, de, gemiddelde groot, personen? de gemiddelde personen zijn kleiner als de, als de Belgische Okay. Jij zijn een, een meter 90, hè? Een meter 92. Ja. 92, 92 oké. Okay. Ja. Dus gemiddeld gemiddeld vergelijken... Dan, zitten wij, zijn wij, zitten groter. wij groter. Maar groter? Zijn we hebben daar ook grote mensen. Maar in de competitie, in de voetbalcompetitie, zijn het meestal allemaal groter. In, in Korea dan toch. Japan is dat weer iets anders. In Japan zijn ze wel gemiddeld een stuk kleiner. Hmm. Maar bij ons in de competitie... De meter 93, de meter 98, 2 meter en 3... Dat was ook allemaal geen, allee, geen... geen uitzondering, zal ik zeggen. Dat was... Meerendeel. Dus dat beeld dat wij daar hebben, dat jij tegen kleinere centrale verdedigers speelde, dat is verkeerd. Ja, dat heb ik. Dat hoorde ik al jaren. Ja. Dus Het is niet moeilijk dat jij zoveel golen met de kop maakt. <laughs> ja. als die mannen zijn allemaal 10, 10, 20 centimeter kleiner dan jij. Ja, ja. Je kunt dat wel ontkennen, maar tot ik beelden gezien heb... <laughs> moet jij bij ons eens op de fotomuur komen kijken. Ja, ja, 18.000 18. foto's om dat ja. te bewijzen. Ja, ja, hè? Wie ik maar die is de, de, zijn maar er heel veel. Maar jij had anders. wel een, een goeie beetje. Ja, je hebt er uh, vijf keer je neus gebroken dus dat is toch wel pittig veel meer zelfs denk ik meer dan ik denk ik denk op uh, vier jaar tijd, op, ja, vier jaar, op vier jaar Korea heb ik acht keer mijn neus gebroken allee, en 182 hechtingen <laughs> Want, allee, dat is maar super dat is, agressief dus is dat wel agressiever dan ja. allee, het nee is agressiever. heel heel ja hoe zou ik zeggen? heel ja, potig, is dat niet hè ah, potig, heel pootig ja. ik heb ook weer om die muur een foto staan waar wij met drie met een tolband Nee. Echt waar? In duuel, ja nog. Ja. De ene tegen de andere en dan ik het tegen de andere ook nog eens. Toch, ken dat? Ja. Dus dat was, uh, maar ik heb ook, we hebben de, de halve finale van de beker, speelden wij, op Pohang Steelers. Met D. John. Nee, hè, met uh, Hyundai. John Boeck Hyundai. Ik ben nog mee, ik ben nog mee. En wij moesten wij, moesten, wij stonden 2-0 met de rust achter. Wij stonden eerst in de competitie en we stonden 2-0 met de rust achter. En tijdens de rust, we, waren allemaal, we wisten niet wat dat probleem was. We waren zoveel beter, maar we, hij ging er niet in. En op een gegeven moment kom, we komen we buiten met de rust en ik krijg een kap in mijn, op mijn, op mijn boven, boven mijn wenkbrauw loop naar de kant en een trainer zegt nee jongen, je hebt te veel bloed verloren, je moet naar de kant. Ik zeg jong, zie je het niet? Ik zeg kom. En die, 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 die stond, verzorger ja. toen, die reed mij niet, hè, met zo'n nietjesmachine oh, in het veld, ja, 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 ja. die niette mij. Twee minuten later score ik de 1-2. Dan maken wij de 2-2. En in de laatste drie minuten van de wedstrijd score ik met mijn kop op die nietjes. Maak ik 3-2. Wij winnen die wedstrijd. En ik ben in de kleedkamer gelopen en ik weet van die avond niks niet meer. Helemaal niks, was helemaal weg. Omdat je zoveel bloed verloor net. Ik kom in de kleedkamer en mijn vertaler zegt: We moeten naar het ziekenhuis. Ik zeg: Want het klopt niet met die nietjes. Normaal gezien, niet, die nietjes die moeten bewegen, want dat zit in uw vel, dat gaan mee. Maar één daarvan zat volledig vast. In uw kop dan echt? Dus je, ik kwam in het ziekenhuis of aan of en een dokter ja, zegt: Door die kobbal is dat misschien? Door die kobbal, die nietjes ah. waren dus oh, in mijn bot gegaan. What the fuck. Oh, en ik kom dan, in het ziekenhuis ja. aan en in de, in de, die een dokter zei, zo heb ik mij een bijnaam gekregen daar eigenlijk. Die een dokter zei van, ja, we gaan u moeten verdoven. Ik zei, ik kan om zeven niet, ik wil naar huis. <laughs> uh, arrangeert dat. Dus hij zegt, ja, maar ja, we gaan dat nietje moeten eruit en dan gaat dat ga, terug een nietje in niet moeten. Ik zeg, ja, dat is twee keren. Ik zeg, je ga niet vier, vier keren verdoven om dan twee dingen te kunnen doen. En met een vertaler... Die zei dat tegen een dokter, en de dokter zei, ja, maar ben dat zeker? Hij zei, ja, maar je kent hem nog niet, zegt hem. Doe dat nu maar gewoon, want die wil gewoon naar huis, die wil gaan slapen. En ik kreeg een pars in de kop aan, ja. ik wist daar niet zoveel niet meer van. En dus die doet dat, en die begint met zo'n pincet daar aan te trekken, en dat ging niet. Ik kreeg dat er niet uit, dat zat dus in, in dat bot. Zeg je dan terwijl aan het brullen echt van de pijn? Of? Nee, want je zit, ja, ik je zit doen, in man. die adrenaline van die wedstrijd. Ja, oké. Okay. Alé, ik heb dan eigenlijk... gevoel ook al heb je geen pijn is dat een vies gevoel. Ja, het, dat, wel. dat wel, want op die moment dat het, ging hem zo een universeel tang halen gelijk dat ik in mijn gereedschapskistem oh. staan en die begon echt oh. die oh. vertaler die ging bovenop mij hangen. En die met zijn oh. tang ging, pakte die dan nietje vast Zeg, ja, "Kom je om in één keer doortrekken dat het eruit is." En die trok en ik hoorde dat echt zo dat been zo kraakbeen zo helemaal kraken zo. En ik ja, ja, mag ik moet de gevoelige luisteraars ja, uh, ja, hebben ja, nu wel probleem. Die ik al afgezet <laughs> denk ik. Ja. En, en toen heeft hem inderdaad terug opnieuw geniet. En dan ben ik naar huis gegaan achteraf. Heb ik ja, uh, een goede nacht gehad, een dafangan of twee gepakt. Maar dan als je dan achteraf heb ik dan de bijnaam gekregen van de hulk in, in, in Korea. Dus overal waar ik ik kwam, ja, hadden ze vlaggen laten maken met. Met een hulk, maar dan met mijn, mijn kop, zo groen dan, gemaakt helemaal met het... Uh, omdat, ja, Trojken ook, is dat, dat groen van John Book Hyundai Motors. Ja, ja. Dus dat paste wel heel, helemaal in dat, in dat dingen. Dus dat was, allee, dat is dan eigenlijk zo... Hoe je vertaler tolk is dat dan Antwerps naar Zuid-Koreaans of is dat Engels? Nee, nee, dat is Engels, hè. Ah, ja, okay. Dat is Engels, ja. hè. Ja. En is die er Christen? altijd bij? Uh, die staat zelfs mee op veld, hè. Het eerste jaar stond hij gewoon mee op veld, hè. <laughs> Trainen, nee, nee, op training, er training, he, op trainingen. rijden ja. niet, hè? Dat maar, was ook de pak. Nee, nee. Ja. Nee. Nee, nee, maar dat was, dat was gewoon. Dat elke hebben eigenlijk elke opstootje <laughs> daar naartoe ja. moeten Wacht, gaan, wacht, ja. wacht. Ja, elke ja. training was dat zo. Ja, de, die kwam er dan bij staan en zo. En alleen, dat, alleen voor u, of waren er meer dan? Nee, alleen voor mij. Alleen, mij is Maar dat was ook heel snel, allee, heel snel gedaan. Na nou, nou drie, vier maanden. Verstadde eigenlijk zo was alles. Echt? Van voetbaltermen toch? Ah. Ja. ja. Dat was een van de makkelijkste talen om te leren. Iedereen zegt altijd van: ik heb leren lezen, Koreaans leren lezen op de vlucht naar daar. Maar ik verstond het niet, hè? Hoe lang heb jij rondgevlogen? Nee, drie weken. Dat was, uh, nee, maar. Ne negen uur. Op negen uur staat heb, ik, uh, heb ik, ik leren lezen. Hè? Maar dat zijn maar die Ja, dat zijn teken, tekens. Ja. Maar elk dat was teken. ga die nietjes in jouw, <laughs> elk, elk teken had zijn klank. Hè? Ah, ja, dus je, als je die tekens mengt, kun je die klanken vormen. Er gaat ook maar dertien tekens. Dus heel moeilijk om dat leren lezen, is dat niet? Nee, oké. Okay, maar dat, dat wil niet zeggen. Dat wil niet zeggen dat je, dan, dat je het dan verstaat, want je moet dan uiteindelijk nog door middel van klemtonen en zo, vertekent dat dan altijd iets anders. Natuurlijk. Ja, lijkt me toch ingewikkeld. Ja, inderdaad. En die vertaler, dat is dan een van je beste vrienden daar, want ja, die niet ja, die, de, die, die was constant bij ons ja. bij. En ik had zoiets van, ik betrek die m, bij ons in het familie gebeuren, ook heel hard bij. Waardoor dat die eigenlijk voor ons alles deed wat wij... Ja, tuurlijk. Ja, ja zo iemand had er he. wel nodig om... Als en en af en toe, daar, weet je, zo'n mannen, die verdienen dan een minimumloon via de club, maar ik gaf die dan regelmatig zoiets. Kerstcadeau. 100 euro in, in, in Koreaans bijna. dan. Maar als ik dan iets nodig had, of ik wist iets niet, of ik moest iets hebben, ja dat was dat. En dat regelde die allemaal. Hè. Dus dat was echt wel, vooral voor mijn, voor mijn vrouw was dat fantastisch hè, toen. Ja, die zit altijd thuis maar die, no, de... ja, die heeft niet heel veel thuis gezeten ze niet heel veel reist daar <laughs> ja, mijn dochter was daarbij en ik had zoiets van ja we moeten die zo snel mogelijk ook op school steken daar dat die mee is. Ja. dus ja we hebben die eigenlijk na twee drie weken had hij eigenlijk een soort van kinderrecht verblijf wat was hij toen toen was hij anderhalf ah, oké okay. maar ja die zal naar school gaan kinderrechter van anderhalf hè. Ah, ja. dus die is Constant in het Engels opgevoed, die My. Koreaans dan ook. Die kregen drie, vier uur Koreaans per dag. En de rest was in het Engels. Het echt een avontuur. De manier Zo, waarop jij de avontuur in Zuid-Korea hebt gedaan, is wel de perfecte manier. is wel het voorbeeld van hoe het moet. Je hebt je volledig uh, gegeven in hun tradities, in cultuur, je gezin ook, mee betrokken. Ja. Allee, je moet het school. eigenlijk ook echt niet doen als je het niet op die manier ah, wel, Nee, Ik denk, denk, ik denk dat niet dat je het veel, anders ja. kunt doen. Want ja. Dan ja. Dan zei, ik heb heel veel Brazilianen zien komen, die er nog veel meer zien vertrekken. Ja. Die gewoon dat niet, niet, niet kunnen. Brazilië is zoiets van oh, we doen het vandaag en is het morgen. Maar dat werkt daar niet. Ja. Dat gaat echt niet. En het niveau? Kleek like John Boek bijvoorbeeld, waar wij zaten, die spelen hier in België top drie alle jaren. Twee vingers in de reneus. Ja? Echt waar. En mijn makelaar, ik zei dat tegen mijn makelaar nee, want je had daar natuurlijk nog nooit een wedstrijd gezien. Hè. En die, die zei tegen mij van ja, niveau, zo. Zichouw, hetzelfde als Belgische competitie, en de topploeg steekt er zelfs volgens mij bovenuit. Hm? Maar John Boek was de tweede ploeg, dat is daar wel echt ook de, de grote ploeg, of niet? Uh, ja, dat is, in, in Korea is dat, samen met Seoul is dat, dat is zo. Dat is ja. allemaal echt een bruggen, zeg maar. Ja. Ja. Want die transfer die je gemaakt hebt van Daejoe naar John Boek, dat is echt wel een gigantische transfer daar. Ja, dat heeft in, in transfersommen... Heeft daar gigantisch veel geld gekost daar. Ja. Ja, in je eerste seizoen maakte je 16 goals. En... Ja. Je... Bij een ploeg die eigenlijk degradeerde, of ja. ging degraderen. En wij kwamen vijfde of zesde aan, of zoiets zeggen. Dus die moesten nu absoluut hebben, dus daar heb je nog eens financieel, nog een serieuze ja, ja, verbetering ja, ja. gehad. Maar hm. ik heb alle jaren dat ik in het buitenland gezeten heb ik mijn eigen verbeterd. Nee. Altijd. Okay. Want ja, het truiken hangt achter u hè, van, van John Boek Hyundai. Ja, Hyundai staat er in het groot op de borst. Hyundai is ook een van de grootste bedrijven in Azië. Wat? Hyundai. 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 Ja, ja Hyundai. maar voor de Vlaming, de ja, ja. luisteraar, die moet ik toch even zeggen dat dat gewoon Hyundai is. Maar ja. dat, dat dus Anders <laughs> ja, Anders zou ik echt denken dat dat iets anders is. Terwijl als je niet kijkt en je ziet het shirt niet, vind ik het belangrijk dat die mensen wel weten dat dat Hyundai. Hyundai. Voilà. <laughs> maar dat is, dat is dan, die gelijk Wolfsburg van Volkswagen is, is die ploeg van ja. Hyundai. Ja, ja. En dat is dan maar fantastisch Maar ja, Hyundai gereaakt. is daar sowieso toch ook huge. Ja. Ja, ja, sowieso, ja, sowieso. Maar die ploeg die had dan ook, die worden dan gesponsord door Hyundai, of Hyundai. <laughs> <laughs> maar die... Die hadden daar gewoon ook uh, al een paar jaar achtereen kampioen gespeeld. En uh, dan heeft uh, de sponsor in één keer beslist, we zetten daar een trainingscomplex in. Uh, 40 miljoen dollar kostte dat toen, 42 miljoen dollar zelfs. En we hebben ze dat daar gewoon even neergezet. Maar hoeveel voor... is dat dan in die munt vandaag? Ja. Oh, dat, uh, dat weet ik niet. Dat is. is... Mal duizenden wons. Ja, ja. Ik, denk, uh, ik denk duizend won is iets van een euro en half was zoiets. dus mal. Duizend ongeveer. Dat was dan beter dan een Club Brug of een Neerpeden van Anderlecht. Of ik kan niet vergelijken, nee. waar je dan over spreekt, dat is hetzelfde als Manchester City of Manchester United. Of... Goh, dat moet zalig zijn. Ja, ik heb daar ergens nog wel foto's van. Je kunt die foto's trouwens online ja, ik oproepen, hoop dat, ik. Ik hoop dat bij die 3000 foto's er wel... Bij ja, op, daar zit er wel van <laughs> bij, ja. ja. Wat is dat dan met binnenzummanen. en... Uh, ja, nou. we hadden daar uh, zo een zwembad voor in te lopen. Met, met van die loopbanden in. Waar we dan eigenlijk als, als ploeg dan... Na onze wedstrijd, hè, want we hadden heel veel wedstrijden. We ik denk het meeste wedstrijd dat we gehad hebben was 56 of 58, denk ik, op een seizoen. Ja, dan was dat gewoon... Maandag uitlopen in het zwembad. Hè. Een zwembad met een loopband in. Met een loopband in. En waar dat ik we nog wel hebben. Waar dan camera's op stonden. Hè. Nee, dus je niet. kon gaan zien, zien hoe dat je liep. Uh, naar voor je loopstijl te verbeteren en zo. Daar was dat eigenlijk voor gemaakt. Hè. Mooi. En dat was dan ook met kamers en zo. En, oh. Ja, elke speler had daar zijn eigen kamer. Uh, daar was een volledig, uh, hoe zal ik zeggen. Dat was eigenlijk een volledig hotel. Met een fitness, een indoor trainingsveld. Uh, een een, een room, Maar dat is nu bijvoorbeeld allemaal bij Brugge, denk ik, ook wel al. Maar ja, we spreken over tien jaar geleden, bijna. Ja, dit is uh, 2014. Ah, zie. Ja, je vertelde voor de, voor de uitzending al even over de Champions League, hè? de Aziatische Champions League. Daarin heb je ook wel gespeeld, ja. maar dat is ook wel, ik, ik onderschatte dat, maar toen dat je de verplaatsingen begon op te noemen, dat gaat van het Midden-Oosten tot Australië, Nieuw-Zeeland, tot de topploegen van Japan. Dat is echt wel, eigenlijk wel echt een gigantisch, gigantische competitie, maar ook dan heel veel goede ploegen. Ja, ja, dat is en ik bedoel, en, en qua budgetten is dat, ik John Boek bijvoorbeeld, dat is als je dat gaat vergelijken. Met, met, met de Europese Champions League. Is dat Barcelona, Real Madrid. Um, Doe mee al, voor halve finales. Elk al, jaar. Dat, dat is gegarandeerd. Uh, ja, ja. Minstens kwartfinale, zal ik zeggen. Ja. Dus dat is, allee, je kunt, uh, Ik heb ooit tien uur gevlogen voor een Champions League wedstrijd te gaan spelen. Hè? En dat was dan Midden-Oosten. Nee, dat was naar, naar Australië. Hè? Naar Nieuw-Zeeland of ja. zo. Oh, ja. Ah ja, want de afgelopen de, de, de competitie komt er. Twee, op, twee dagen bij. op voorhand vertrekken en drie dagen later aankomen. Dan aankomen, diezelfde aankomen, s'morgens en diezelfde avond competitiewedstrijd gaan spelen. Dat gelijk. was daar allemaal. Ja, want gelijk nu die Afrika Cup waren erover begonnen, maar ook de Aziatische Champions League of Aziatische competities, ja, daar zien we echt niks van. Hè. Nee. Nul, hè. nee, maar dat van. is hier ook gewoon niet echt populair. Hè? Ja. Terwijl dat je nu ook wel veel meer in eerste klasse, die Japanners die naar ja. hier beginnen komen... Heel die, veel, hè? Die maar het ook proef. goed doen, hè? Ja. Die het ook goed doen in België, hè? Maar die dat valt toch zoveel toch niet bij Sint-Vrijden? Ja, en Ito, en Suzuki, uh, en... Er We zijn hebben er, er wel Kamada gehad, jaren. nu ik komt Kagawa. Dat dat wel altijd is, dat er zo'n paar zijn. Maar goed. Nee, nee, dat is echt... De laatste jaren is dat echt doorgestroomd. Ik denk dat Kortrijk is er nu ook een gaan halen. Ja. Uh, maar als ik hoor van discipline, fysiek... Ja, dat, dat past natuurlijk wel ja. bij België. Hè? Ja. Als je goed kunt de, lopen, mentaliteit, eigen, he, ja. mentaliteit zit goed. Ja. Dat is makkelijker om te integreren dan, dan inderdaad een Braziliaan, die misschien technisch sterker zal zijn, ja. maar misschien wat, wat losser is in het ja. hoofd. Ja. Wat, wat is het verhaal achter de Kevin Oris voetbalschoen? <laughs> je hebt je een eigen voetbalschoen daar gekregen. Het eerste jaar dat, jaar dat ik in Korea was, heb ik mijn um, eigen voetbalschoen, ay, na dat seizoen, een eigen voetbalschoen mogen samenstellen vanuit Adidas. Om die te promoten, zal ik zeggen. Daar. Dus gelijk dat echt wel David Beckham en Cristiano Ronaldo hun eigen schoen hier hebben. Ja. Had jij dat daar. Of LeBron ja. James bij Nike of zo. Ja. De Kevin ja. Ori's Adidas. Ja. Ik heb hem thuis nog altijd in de kast staan. Zalig, maar dat is toch. Dat is echt zo. Kunnen wij dat googlen? Kunnen wij dat zien? Dat zal misschien niet. Ja, dat moet wel lukken. Het is, is een foto van doorsturen, want dat is dan. Ja, gewoon een, ja, een model waar jij dan de kleuren een, van de taal Dat was F50, was dat. En die heb ik volledig samengesteld qua kleuren. Qua kleuren van nestels, Belgische vlag erop, mijn nummer erop. Mijn uh, initialen erop. Uh, zo helemaal. Is Het je je zo... is mooi, ja. Ik, ik vond hem heel mooi. Ik heb er nooit mee gevoetbald. Hoe? Nee. Waarom niet? Nee, ik heb nooit niet gedaan. Met je eigen schoen? Nee, ja. omdat ik vond dat... Uh, ja, iets, niet te veel egels. Ja. Ja, niet iets was om mee te voetballen. Dat was iets om te koesteren, vond ik. Ah, ja, ik zo. heb altijd met maar F50 gevoetbald. Iedereen kon die wel gewoon kopen en zo. Ja. Moest je dat dan niet om die verkoopcijfers ja. te stimuleren? Nee. Dat was ook wel chill. Ik ja. heb met elke F50 gespeeld dat er is, behalve een die. Dus er is een Adidas F50 Orient Edition. Ja, Zalig. ging erachter toch? Hier is hij nooit niet gekomen. Wij gaan zo schieten. Wereldwijd gezien de best, best verkochte voetbalshirts, ja, Net onder de Real Madrid's en Barcelona's. Heb je echt rare ploeg alle, die wij echt niet kennen? Ja. Ah, wel, maar mijn, dat ja, zijn gigantische markten die wij gewoon totaal niet kennen. Hè. Mijn, mijn voetbalshirt ging erachter. Is drie jaar op rij het meest verkochte shirt geweest van de competitie. En dan spreken we echt <laughs> over aantallen. Allee. Ja, over, over, dat ik dat Heel superfrolixamen. Ik had het over niet. rond de. 100, 150.000. 150.000 shirts met per jaar. Op. Per jaar hè? Ja. Dus ik was man, 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 voor geen man. erachter was ik commercieel gezien. Geweldig decken. interessant hè. Gaat, ja, voor ja, elke ploeg. 18.000 shirts man. Je ook opvallend, natuurlijk daar. Ja, als je gewoon voor buiten komt. Ook, ook weer waar ik dat straks zei. Ik was enorm bereikbaar voor iedereen. Want iedereen kon mij via Facebook, via. Maar ja, inderdaad, kom je dan langs in Zuid-Koreaanse tv-shows en zo, dat soort dingen? Nee, want dat was niet haalbaar ook niet. En dan moesten we met een vertaler en zo gaan. Ah, ja, ik heb zo. zowel redelijk wat interviews en zo gehad, dat wel. En, en tja, evenementen en zo, heel veel gedaan, maar, maar niet. Maar kon ik wel de straat lopen? Dat hangt er vanaf. Ik heb een maand en, half geleden, maand en een half geleden een foto doorgestuurd gekregen van een van mijn beste kameraden daar. Dat wij. In Seoul op een van de ja, Seoul, hoe lang die? Huh? <laughs> <Er laughs> in Seoul, in, in Seoul, in Seoul op een van de grootste billboards. Uh, ik zal zeggen Times Square van, uh, van Amerika. In Seoul op de billboards een foto van mij met mijn vrouw en de dochter. Huh? En wat dan een reclame? Reclame, nee, reclame voor uh, voor uh, een kledingmerk. Dus, alleen dat is. Ik heb destijds, destijds hadden ze aan ons gevraagd of wij zo'n fotoshoot wouden doen dat was ten voordele van een goed doel of zoiets was dat en wij kregen alle foto's, ik zeg tegen mijn vrouw we gaan dat doen jongen, we hebben 8, 900 foto's, allemaal verschillende kleren naam, allemaal verschillende dingen gratis gekregen, zo al, die al die beelden daarvan en wij allemaal thuis liggen al een heel boek ervan, cd al die, noem maar op, alles ervan die worden blijkbaar nu nog altijd gebruikt. Je hebt te weinig voor... gevraagd, hè? Ja, maar daar is, dat, daar is dat allemaal van de club, hè. De club ah, je heeft alle het. He? Nee, ja, ja. Dus je loon dat al en dat zit. Ja. Ja, dus die je truiken zijn loon Je loon gaat wel omhoog, maar nee, dat dat je aan. portretwaarde ja. hoger is dan Het is niet dan dat je twee aan. euro per truik ja. mag nee, krijgen. Dan had je wel goed verdiend. Maar het rare daar is... Hier heb je... ze zijn allemaal sporters van een ploeg hier. Maar daar heb je dat niet. Daar heb je echt... Voetbal is een familiegebeuren. Dus die gaan met hun gezin naar een ploeg zien. Voor een En dat speler. is niet. Ja, voor een ja. speler, niet voor een club. Dus ja. er, wel, er is wel een deel harde kern. Maar de meeste mensen die komen. Ik het, ik heb dan in Day John gespeeld. En dan John Boek. Die kwamen van Day John twee uur met een trein. voor een wedstrijd te zien van John Boek. <laughs> van, no, ja. 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 hey, van de Kerry bijvoorbeeld. is niet alleen van mij, gestel, maar gewoon, ja. Ja. gewoon zo. Gelijk dat je hier in Europa. Ja, ik ben ook al eens een wedstrijd gaan zien van. Bij wij dan spreken van Ronaldo en van Messi, het is meer Goeie zo die stijl. Nee, nee, totaal niet, maar ik wil maar zeggen dat... Op het veld bedoelen we. Ja. <laughs> ja. Die maar... hebben ook in hun eigen schoenen, dus Ja dat ja. ja. ja, voilà. Van Zuid-Korea gaan je naar China, en dan Japan. Is, is daar veel verschil tussen, van niveau? Ja, China is echt qua niveau een stuk lager. Echt lager. Stuk lager. Ja, ja, ja. Dan Zuid-Korea. Toen, Toen, hè? Ja, oké. Okay. Toen, hè? Nu. Want je spreekt, dat maar terug... dat gaat wel nee. niet veel schilderen. Je spreekt voor vlak de grote invasie, zeg ja. maar. Ja, vlak voor ja. de superkwas. Maar was ja, juist er tegen, hè? Want daar ja. gaat, gaat geen ja, Een jaar of, of drie, vier daarvoor. Toch? Ja. Okay. Waar ik nu over spreek, dat is 2015, hè? Waarom ik zou denken waarom... dat, dat toen na het WK Brazilië, herinner ja. ik me precies dat dat, dat gebeurde. Maar. Waarom zou je dat, uh, alleen waarom heb je het gedaan? Want in Zuid-Korea zat je heel goed, je voelde je daar heel goed ja, In Zuid-Korea Zuid verdiende ik een half miljoen dollar en daar kon ik een miljoen vier of een miljoen vijf verdienen. Ah ja, oké. Okay. Dus Netto. De, die Chinezen die gaan ja, dan nog man. eens. Belastingen weer altijd door de club betaald daar, hè? Handig. Dat is ja, ja, okay. okay. dus, je ja. Dus de keuze, alleen ik bedoel, ik zat, ik zat van huis weg. En ik was heel content in Korea, maar dat was weer een nieuwe uitdaging. En ja, in Korea had ik eigenlijk, ik zal niet zeggen alles al bereikt, want ik ben nooit kampioen geworden of nooit geen beker gewonnen. Maar ik had wel, ik zat bij de topclub al daar. De meest logische stap was dan China of naar het Midden-Oosten. Ja, ja oké. Okay, ja. en, en je wist ook, ik ga dat misschien maar een paar jaar volhouden. Dus binnen een paar jaar moet het wel gebeuren. Tuurlijk. ik was toen ook al 30, hè? Ja. 31. Dus voor mij was het toen ook zoiets van ah, het is nu of nooit. En op de, om een duur denken: van kijk, ja, ik doe er alles aan om zo lang mogelijk fit te blijven. Ik doe er alles aan om mijn wedstrijden aan te spelen en te groeien en te doen. En. Dan vind ik dat je daar ook mocht voor beloond worden. Ja, het zijn je weet nooit en ten nee, laatste kansen, om je Natuurlijk, als dat te passeren Tuurlijk, Ja, uh, want in China raakte ik wel geblesseerd. Ja. We hadden wel een domme Sportieve wedstrijd. prestaties. Want... Ik heb in heel mijn carrière nooit gekwetst geweest. En ik kom in China aan, de derde wedstrijd. Uh, de eerste wedstrijd scoor ik, de tweede wedstrijd niet. De derde wedstrijd ga ik in een luchtenbell aan. En ik kom neer, en ik kom erin en neer op mijn voet, en ik breek. En ik, aan mijn kleine teen, een Jones fractuur is dat. Dus eigenlijk het pot op de, de wreef langs de buitenkant. Ja. En ik ben drie maanden uit. Uh, ja, dat genest zeer traag hè. Ik werd, ik werd uh, geschat op zes maanden uit. Goh. En ik kwam in het ziekenhuis eraan, foto's ervan gepakt. En die zei, we gaan nu opereren. Ik zeg, ja dat is goed, maar ik ga dat wel in België doen. Ik ga dat niet... Allee, ik vertrouwde in China... Minder. Niet. Ja. Gewoon niet. <laughs> niet minder, was waarom was gewoon nie? niet. Ja, het ziekenhuis zag er niet uit, hoor. Zeg, China is een fantastisch land om te wonen. Alleen jammer dat daar Chinezen wonen. <laughs> is jij niet vriendelijk, of? Heel... Waar ik woonde, hè? Ja. want het zuiden is helemaal anders, maar waar ik woonde was heel arrogant, ja, ja, heel afstandelijk. Vaal, heel afstandelijk. Was totaal iets anders. En wij kwamen dan van Korea totale tegenover. Niet open voor ruben als buiten. Jawel, jawel, op de club en zo wel, hè. maar bui zo buiten niet. Dus dat was echt. Ik vertrouwde er ook gewoon: nee, Geen ja. een dokter, geen een dit. Ik had zo altijd het idee van kijk, die gaan hier nu zeker met die, met die plezure dat ik had, die gaan hier iets in mijn, uh, in mijn drinken doen. Dat ik doping. En dat is dus zo van mijn, mijn vanuit. Ja, okay, ik, ja. ik was daar heel wantrouwig voor ook. Ja, maar ja. dat ook. Het is leuk. geen fijne sfeer nee. Dan. nee, nee. Maar uiteindelijk... Ik ben naar België gegaan. Ik heb me hele lot opereren. Ik was ook op drie maanden en een half was ik terug. Maar dan... Omdat die dag dat ik zes maanden ging weg zijn, hebben die gezegd van... Ah, ja, okay, we trekken een andere buitenlander aan. We zetten die op noodactief. Maar dat... En je mocht maar twee buitenlanders, zeker? Drie, drie. Drie was daar. Dus ik kwam terug. En ja, dat was er één te veel, hè. Jij. Yeah. Dus het was... Ofwel moest hij eruit, vier. ofwel ik, hè. Dus dan... Hebben en was ze... dat per wedstrijd of in uw selectie-inschrijving? Uh, nee, nee, per wedstrijd. Ja. We mochten elke keer... Uh... We zijn mij een paar keren nog meegenomen, waar ik eigenlijk vier maanden met de reserve gespeeld had, denk ik. En maar meet. wel gewoon doorbetaald en... Ja, was... op, 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 op een gegeven moment was ik vier maanden niet meer betaald. <tog> een... ja. Ze wilden echt van u af. Ja, maar. toen ja. op dat moment wel. Maar met die reserve moest ik alle weken meeschotten dan. dan en ik was... Maar ik kon ze daar niet mee straffen. Ik voetbalde liever dan dat ik thuis zat en niks te doen. En eh, ik, op, op vier maanden tijd hebben wij, heb ik hier 12, 13 wedstrijden gespeeld. En dan had ik 41 golen gemaakt. Dus dat was voor mij ook gewoon zo van, ja, ik ben bezig. En ze moeten mij toch betalen, want ja. Dat was vierde provincieel. Maar ze deden het niet, of heb uiteindelijk wel al uw geld gekregen? Ja, ze moesten, hè. Want in China is een regel, als je voor het einde van het seizoen en de inschrijving van het nieuwe seizoen, niet alle lonen betaald hadden en er loopt een klacht via FIFA, dan mochten ze niet aan het seizoen beginnen. Dus ze moesten wel, hè? Maar op dat moment waarschijnlijk wel aan gehouden. Denk je dat hier iets zou gevonden worden? Maar daar was dat echt ook gewoon zo, bam, en dat was het. Dus ze hebben nu afgekocht. Ze hebben gewoon gezegd: we betalen dat en. dan de grote terugkeer naar Zuid-Korea. De grote. Incheon United. Ja, juist. Incheon United. Was daar veel om te doen dan? Uh, ja, ginder was, dat wel, ginder was dat wel redelijk groot, in Wat? de zin van, ja, ik kwam dan vanuit China terug, ik was dan gekwetst geweest, en ze was altijd zo wel een beetje van, ja, gaat hem zijn niveau nog halen, um, maar die trainer dat daar zat, die had ik al als trainer gehad in Zuid-Korea. Ja. Dus ik kende hem al wel, en hij zei van, ja, je moet bij ons komen, en dit en geen. En, en zo was dat, en, maar, ja. Hij heeft veel, die een transfer heeft wel wat voeten in de aarde gehad eer dat dat uh, allemaal rond was. Wow. Dat was echt, uh, ja, dat was financieel gezien, hè, met, met die perikelen in, in China was dat dan een probleem. Ik wou dan ook niet tekenen vooral eer dat dat allemaal rond was, want als ik getekend had, ja, ja. dan werd dat stuk eraf gehaald van, van, van China. Dat dag. Dus ja. dat was niet de bedoeling, dus ik moest eerst, een, dus ik was ik al aan het meetrainen met die ploeg, maar dat was nog niet geregeld, dus ik zeg, ik teken hier niks. Eigenlijk was eigenlijk alles al in orde, maar, ja, dat maar tegen dat dat allemaal zo geregeld had, op een gegeven moment kwamen die met zo'n hele delegatie van de Chinese ploeg, kwamen die op ons trainingskamp aan en ik werd daar echt met mijn rug tegen de muur gezet. En ik zeg, teken hier niks <laughs> Je kunt allemaal een boom in. Ik zeg, uh... Je hebt het wel, wel cool gebeurd. Ja, hè? ik had daar echt geen probleem. Mijn manager zei ook, ja, je tekent niks, stuurt alles maar door naar mij. Maar ja, weet je, die wouden mij toen wat bang aanjagen ja, ja. en, en... En dan gaan ze niet mogen spelen. En de Koreaanse ploeg was daar dan ook op in spelen. Want ze zei: als je niet voor die en datum tekent, zeg ja, dat aan weet aan ik. Vijden. Zeg maar drie dagen daarvoor moeten zij hun licentie aanvragen. En kunnen zij ook niet dus. En dat was echt wel. Toen was ik eigenlijk heel trots op mijn eigen. Dat ik toch zo gezegd had: van, hey, je kunt er allemaal onder. Uh, we wachten hier gewoon af. En, en je en, hebt gelijk gekregen. Ja. Oh. Ik vind het straf ja, dat je op dat moment niet na dat Chinees avontuur zegt: oké, okay, ja, dit zit, dat uh, zit, Aziatisch avontuur, ik ga terug naar België. Want weg, ja. Ik heb nu wel wat gehad. Hey, de... Vier ik... maanden bij de reserve in een Chinese stad waar je je niet thuis voelt, dat is toch wel. We eigen... zitten daar toch te verkommeren. Ik heb me kostelijk geamuseerd. Want dat waren allemaal gasten die... die. de Chinese kernen zijn heel groot daar. Dus er waren allemaal jonge gasten die... waar ik heel goed mee overweg kon. Dus dat was ook gewoon altijd lachen. Hè? En... Plus ook, ja, er waren er dan twee bij die constant van deze ploeg, ja. plus dan ik nog, die meekwamen. En wij waren eigenlijk de eerste ploeg dat dat echt deed. Dus ja, dat was... Gewoon elke wijk Dat was gewoon, ja. ja. Maar ja, je speelde voor niks, want het was geen profcompetitie, je speelde in een jeugdcompetitie. Nee, ja, dat was gewoon, ja, gelijk als hier. Je hebt nu bijvoorbeeld... Um, Tessen waar ik gezeten heb bijvoorbeeld, die hebben nu in eerste amateur, maar die hebben ook een ploeg in tweede, tweede uh, provinciaal. Ik denk dat je het zo een beetje kunt vergelijken. Ah, ja, okay. Dus ja. dat is eigenlijk een jeugd van China die aan het opladen zijn voor de eerste ploeg. En daar zaten wel wat, voetballers, allee, wel wat voetballers tussen. Maar in heel die tijd, als je dan zoveel golen maakt in Azië, is er dan geen Belgische ploeg die nog eens belt of die nog eens probeert? Jawel, constant. constant. Elk jaar. Elk jaar opnieuw. Antwerp, en spreken over eerste Vlaasland, klasse. B, ja, Elk jaar opnieuw. Antwerpen beveren en maar die kunnen dat... anderlicht. Maar vanaf de moment die je horen dat hoeveel je verdient, haak ik die af vermoed ik. Ja, standaard en anderlicht, dat klinkt nu toch wel lokkelijk? Ja, voor wat als, als ouderdomsdeken op de bank te gaan zitten. Ik voetbalde graag. Dan in... Kun je ik... voor altijd zeggen hier in België dan dat je voor anderlicht hebt gespeeld? Ik vind dat niet echt een plus. Maar. Sam Kirchhoff neemt afscheid van de podcast. Nee, maar, is... maar dat is niet. Het is, dat op, niet, het is dat... ook lang genoeg geweest. Hè? Dat is niet naar anderlecht bedoeld. Maar ik vind, voor dan te kunnen zeggen, ik zit op de bank. Alleen, nee, je, je hebt wel in uw, in uw, bij je derde ploeg, dan is het Je hebt toch niet zoveel meer gespeeld? In, in John? Ja. Constant. Voilà. En Ander legt maar... die belden en die zeiden wel eerlijk van het is gewoon om iemand ja. te hebben op de bank, soort pinschitter of. Nee ja, je zat met die belgen, hè? Die regels van die belgen waren. En Toen dan denk je die aan u. Ja. Iemand moet uw Wikipedia-pagina aanpassen, want in Chill heb je op twee matches, staat hier uh, twee seizoenen, twaalf matchen. Dat kan niet. Nee. aanpassen, ja, dat, jongens. Dat is echt die... wel een goal, misschien. Nee, één staat ja, die helemaal. sites van die eclipses, <laughs> niet. Ja. Dat, is... dat kan ik me voorstellen. Alleen jongen, het is dus Anderlecht die En jij zegt gewoon nee. Tegen Van Osbeek was dat dan. Hij zegt gewoon nee, ik blijf hier. Want mm -hmm. zij hadden Belgen nodig of zoiets. Hè? Mm -hmm. ja. ja, ik vind dat wel straf. Alleen ik vind het... Maar ik snap wel... Ik, ja, vind ja. niet, ik vind dat niet straf. In zin vind... Als je zoveel verdient daar, ja, ja, ook, Dan ja. ging ja. je toch ook bij Ander niet krijgen om op de bank te zitten. Maar, maar daar, Jezelf, het, daar ging het ook bij mij totaal niet over. Bij ja. mij ging het erover... Mijn zaak ging opstarten. En dat was mijn toekomst. Ik wist ook, als ik in België, iedereen had zoveel hoge verwachtingen van mij, bijvoorbeeld Antwerpen of noem maar op, die hadden zoveel hoge verwachtingen van mij. Ik kon die nooit niet inlossen. Nee, dat is waar. Ja. En bijvoorbeeld, als ik die dat al gedaan had op Antwerpen. Al die supporters ervan die hadden Allee... Ja, ik had wel me meteen moeten brengen. Voilà, nu, nu, nu word ik nog altijd aanzien op de boshaal als zijnde van. Ja. Dat is altijd de enige geweest die top voor de club was, altijd zijn eigen 100% gegeven. En ik wou dat niet bezoedelen met misschien nog een half jaar. Dat snap ik. Maar als je daar de Beckham zijt, dan is het er daar toch ook superveel druk. Als je naar je derde ploeg gaat in Zuid-Korea, moest je ook. Ja, maar nul, dat, is... dat trok je minder aan of zo dan, dan hier. Daar, had, daar was de band anders met de clubs. Ja, Oké, okay, ja. Dus ja, eigenlijk. was ja. niks mis mee ja, Nee, nee. Ik snap ja, wel ja, dat, toen je toen dat ik. hier uw wortels nog ja. altijd zijn, dus dat je daar wel. Ja, ja. Iets meer risico durf te nemen ermee. Dat denk ik wel. En maar daar is toch geen risico? Hè? De druk raakt in... je minder misschien. Ah, nee, ik denk ook gewoon... Ja. Het feit ja, dat heb je heb je het al bewezen. Ja. Ja, oké. Okay. Dus, dus alles wat ook. daar nog kwam, is gewoon een verlenging van uw carrière. Nee? Ik vind... De, 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 want Sam zat hier daar juist niet toen je dat zei. Dat truitje van Incheon United. Die, die sponsor, dat was iets speciaals. blauw met en een... zwart gestreepte, bedoel je die? Nee, dat ernaast dat geel. En dat geel, ja. Dat is een lingeriemerk. Dat is toch ja. zo'n In Holland spelen al die ploegen met Easy Toys. Ja, dat is normaal. Seks speeltjes. Als ja. betaald is het goed. Ja, ja, de... Marie Jo of zo bij de Marie Er is toch niks ik, mis mee? Ik had ook nee. gezien, er was een Zuid-Koreaanse website en dat de, die, de, de, de lengtes van celebrities bijhoudt. En jij staat er ook tussen. Serieus? Omdat dat blijkbaar in Zuid-Korea iets belangrijks... Is. Dat is puur gaat puur over hoe groot een celebrity is. Bij u stond er 1,90. Het is ermee dat ik dat, 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 dat daar net zei. Ja, maar dat je moet er... niet alles geloven wat dat is. Dit... Dus daar staan zo bekende acteurs en actrices en dan staat er ook Kevin Oris tussen. Ja, en, ja tuurlijk. Ja. De man met de eigen Adidas-schoen. Ja, dat is. Ja, <laughs> dat, vind, maar maar vind, maar zeg dat nadat wel je, wel je daar vertrokken. vertrokken het, zeg je nog teruggegaan? Wij gaan binnenkort nog terug. Maar en er, er is een bijeenkomst van de K-League Legends... Dat zo om de tien jaar wordt dat gehouden en dan de voorbije tien jaar worden dan spelers uitgenodigd om zo naar een gala te komen. Dat was normaal gezien vlejaard, dacht ik. Maar met de corona is ja. dat uitgesteld. De dus league Legends. Ik hoop nog wel te doen. Camera ja. mee, hup. Oh, ja, dat, dat is een documentaire, hè. Dat is toch smullen? Er komen allemaal van die mannen die je waarschijnlijk ooit eens op een WK bezig zijn met Zuid-Korea en zo. Ja, die, allemaal Lee dong en zo, dat zijn mannen die daar allemaal Wie? zo te zijn. Die Lee Dong-kook, dat is die. Ja, van, zelfs van de National ploeg is dat zo een beetje een legende van de ja. laatste ik, generatie. Ik ken nog jouw parke van Man United, United Ja, die, heeft die, daar constant die generatie had, van uh, Guus Hiding, zo wat, hè? Ja. Ja. die toen heel goed presteerde. Ah, wel, daar was hij ook bij. Ja. Uh, waar was het gelukkigst? Zuid-Korea, China of Japan? Zuid-Korea, zonder twijfel. Oké. Okay. Nou. Ja. lag je beter. Veel aangenamer mensen ook. Gewoon. Ja. Terwijl Wel. het leven is daar ongelooflijk goed Moest Als... ik mijn bed en breakfast kunnen oppakken en ik zou dat in Zuid-Korea kunnen neerzetten? Ik denk niet dat ik nog in België zou wonen. Echt? Dan zou dat niet Direct. kunnen. Alleen ja, niet letterlijk natuurlijk. Nee, nee dat, dat is dat niet mogelijk. Die cultuur is dan niet van een bed en breakfast? Jawel, want er zijn heel veel guesthouses en zo daar. Maar gewoon, dus onbetaalbaar ook gewoon denk ik. Ja. Die mannen hebben wel acht keer uw neus gebroken. Hè? <laughs> ah, ja. Maar ze hebben hem ook vier keer hersteld, dus uiteindelijk dus ja. maakt dat niet zoveel uit dan. een goede vraag van Bob. Wat was uw mooiste goal? Met Inchon tegen Pohang Steelers. Die heeft hier trouwens ook alle Kranten en alle ah, ja. media dingen. normaal ofzo Nee, nee. Een, een voorzet van iets over het half denk ik. Zo over de verdediging die dat ik buitenkant voet in en ene keer op de slof pak, die zo binnen draait. Oké. Een groot stijl precies. We, ja, maar zo van ah, ja, een meter ja, of vijf, gods, zes ja. buiten de backline, denk oh, ik. Zo'n ja. ver. Ja. Eigenlijk... Ik heb u ooit uh, een vrij schop weten scoren op uh, de Bosuil, ook zo'n pegel, hmm. maar echt een dat is ineens dat ik, toen ik naar hier terugkwam, een pegel van op 20 meter. Hmm. Was... Dus veel mensen weten dat niet, maar ik kan een vrij trap trappen ook. Ik doe dat eigenlijk niet zo heel nee. veel, maar ik, uh, ik heb inderdaad wel... Als Beckham van Azië <laughs> moet, je dat, moet je dat toch kunnen, <lacht> <lacht> Wanneer heb je dan beslist, ik ga terug naar België? Mijn ja, vader heeft hem? dat beslist. Hadden, ja, ik stond eigenlijk doen. op punt om een, om een contract te tekenen in Thailand voor twee jaar, voorbij te doen. <laughs> Echt. Dat lijkt me wel een, een coole toevoeging geweest. Ja, maar dat was mijn idee ook. Ik wou, want dat was, ging over heel andere bedragen dan dat ik toen verdiende. Dat was een stuk minder. Maar ik wou dat gedaan hebben, omdat ik, ik had kameraden die, die in, in Thailand een hotel hadden en, en zo. Ik heb veel vrienden die daar regelmatig heen gingen. En dat was gewoon... Nog zoiets ik wel wil doen. Het vakantieleven meer. Ja, nee, gewoon nog. Omdat wij ook wel Champions League gespeeld hadden tegen de Thaise Blue. En dat, wat, dat leek mij echt. Ik vond dat fantastisch om te doen. En ik kwam thuis in december. En die contractbesprekingen die liepen. En uh, mijn vrouw zei: Ja, we moeten met ons, Louise moeten we iets worden doen, de oudste. Want die heeft problemen op school. Die kon zo het, het Nederlands en het Engels. Dat was heel moeilijk voor haar, omdat het allee, hm goeie allemaal te laten doen. Voor dat kind was dat, dat waren dat drie talen op, ja, op een jaar. Hè. Dat was het Koreaans of het Chinees, dan, dan het Engels, en daar dan nog eens het Nederlands op. Ja, die werd dan, in, in december kwamen wij we thuis, werd die direct op school gestoken in, in, in België. Dat kind heeft zes jaar aan een stuk gewoon elke dag van het jaar naar school geweest. Hè. <laughs> Buiten de kerstvakantie. Hè. De rest heeft hij alle, alle dagen naar school geweest. Hè. Gruwelijk. <laughs> ja, maar die vonden, zij zelf vond dat niet, niet erg. Maar, maar nu was, is ook alles goed gekomen. Ja, we zijn te weten gekomen dat ze eigenlijk een, een, een dyslexie heeft. Waardoor, dat ze eigenlijk, waardoor dat we eigenlijk komen. perfect dat wel hadden kunnen doen. Omdat we wisten, toen wisten we dat niet. En ja. dachten we dat het lag aan de hoeveelheid alles bijeen. En bleek dat achteraf dat achteraf dan niet waar was. Dus dat is iets waar ik in mijn carrière nog wel spijt van heb. Ja. Maar langs de andere kant, ik heb daar twee fantastische jaren decemberloof van gekregen. Kampioen gespeeld, twee jaar achtereen. Ja, maar was dat niet een gigantisch niveauverschil? Viel dat wel mee? Want je kwam toen wel ook al van de Japanse tweede klasse natuurlijk. Dat was wel een groot niveauverschil. Maar het probleem is, en, en dat iedereen dat gevoetbald heeft, gaat dat beseffen: als je zakt, wordt het niet altijd beter of gemakkelijker. Heel ver vanzelf. Er wordt soms minder goed gevoetbald, waardoor het moeilijker wordt. Ja. ja. Dat is, hè. Ik vond dat... En is het niet stap? moeilijk om zelf een Moe hoog ook, niveau ja. te halen? Ja. Vooral om dat niveau. te blijven doen. Want ja. ik ging een, dan naar uh... tweede amateur. En dan speelden wij kampioen, eigenlijk. En dan gingen wij in eerste amateur. Waar wij als amateurpluggen zo van... We zien wel wat er van komt. En wij halen daar 27 op 30. Ja. En wij spelen eigenlijk daar heel die competitie iedereen naar huis... Totdat eigenlijk de reguliere competitie gedaan was. En dat was play-offs. En dan de club had zoveel gedaan voor de spelers. In de zin van, ja, premies betalen ja, en tuurlijk. noem maar op. Dat, dat, dat wij als spelers overeengekomen hadden met de club. Van, kijk jongens, het is goed. We gaan wel nog blijven shotten, maar je moet geen premies meer betalen. Dat werd dan zoiets geregeld. Maar we gaan wel ons best doen. Tuurlijk, we gaan blijven ja. voetballen. We zijn profs genoeg. En, en dan hebben wij in die eindronde nog wel blijven voetballen. Maar je zag wel dat het... Ja. Onvermijdelijk natuurlijk. Ja, Het ja. vet van de soep af Het ging ook geen licentie aanvragen aan het nee, nee. sport. Dus, dus dat, dus dat was eigenlijk ambitie. al drie, veerden op het seizoen. Ook al stonden wij nog eerst, wisten wij al van ja, opgaan gaan we ja. toch sowieso niet doen. Nee. Dus... Waar jij daar wel echt de man dan op het veld dan? Hè? Nee. nee. Maar ik ben nooit nergens de man geweest. In uw eerste jaar, Zuid-Korea? Ook maar zowel bij Antwerpen als in Zuid-Korea, als dan op lager niveau, waren het toch altijd een van de belangrijkste spelers van de ploeg. Dat is zo, ja, zo toch? maar Kapitein van de Antwerpen, uh, op ja, een bilboot maar, maar staan in Zuid-Korea. Ik vind, ik vind ja. dat zo'n term, zo de man zijn... Ja, gij mag, maar wij mogen dat wel ons denken, ja. toch? Ja, ik, <laughs> ik heb het al Ik bedoel, je hebt... Alleen, je hebt bij Meerhout in één eerste 15... seizoen 35 goals gemaakt, dan ik zijn ze daar toch de man. Dan ja. elke, allee, iedereen in Meerhout... Ja, zeg ah, toch, okay. dat is de man. Oké, okay, ik ik ja. het, het zeggen, ik was de man. <laughs> nee, 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 nee. Maar, maar ik, ik heb dat nooit niet zo aan zien, gelijk in Test ook. Ja. Dat was voor mij, in Tess dat was voor mij het mooiste jaar van heel mijn carrière. Maar wel, dat is een vraag jaar. die we hebben binnengekregen van Daan. waar is er zo mooi aan voetballen voor Testsport? Voor mij, The Sport was voor mij het mooiste jaar van mijn carrière, samen met dat van Meerhout. Waarom? Dat waren allemaal kameraden punt één. We gingen voor elkaar door het vuur. Elke uitwedstrijd, dat was met de bus naar huis, dat was volle een bak ambiance, Allee, de slagers op in de bus, echt onnozel doen bij wijze van spreken. En veel winnen. Dat helpt. En constant winnen ook, ja. natuurlijk. Maar gewoon ook, die club Samenhorigheid. Ja, ja. ja, dat is één familie. Dat is ongelooflijk hoe hard dat dat... Ja, Ik vind dat, het wel grappig dat je... Alle Ik vind het mooi dat je voetbalgeluk eigenlijk hebt gezocht in de lagere reeks in België. En dan in zo'n een beetje een gek avontuur in, in de Alaska. Aziatische Champions League. Dan, ja, <laughs> dat zijn zo twee totaal verschillende dingen. Maar eigenlijk komt het voor je persoon hetzelfde neer waar je je heel goed bij voelde. En dat dat toevallig eerste klas in België niet was. Maar die twee wel. Ja, maar dat is ook. Dat is ergens een gevoel, hè? Ja. Als je ergens gewaardeerd ja. wordt en ergens het, het idee krijgt van: kijk. Um, er, er draait veel rond u als persoon op het veld. Dat is voor elke speler is dat belangrijk, ja, ik. Vind dus ik. Ja. ik vind dat. En inderdaad, je bent begonnen met te zeggen, je hebt er waarschijnlijk veel meer uitgehaald dan dat er in het begin misschien in zat. En als ik dat allemaal 40, gehoord, dan 40 al 50 waren. procent meer uitgehaald. Ja. Ik, ik, met mijn kwaliteiten nog veel meer toch? Ja, maar ik bedoel, met mijn kwaliteiten heb ik, ik altijd boven mijn niveau geschoten. Maar dat komt ook gewoon omdat ik al altijd ene was die zijn eigen 300% gaf. Maar en om dat, in je kwaliteiten was je wel echt heel goed, je was wel echt heel sterk en ja, heel doog, groot. Ja, dat weet Doelgericht. voetbalmanager wel. Ja. En die ene scout die daarin in Tubize toevallig was, heeft natuurlijk ook wel ja, een heel belangrijke ja. invloed. Ja. Ja. Het is in een carrière draait ook veel op de juiste momenten geluk hebben. Ja. Vraag. En dan gunt of Rofmans geen snellere auto uit. <laughs> Toch. Of, of niet, of niet genoeg van voetbal. <laughs> ah, dat, dat, nee, dat kan ja. ook. Dikke merci om te komen. Graag gedaan. Uh, Evert, jij komt volgende week terug. Het enige wat ik nog wil zeggen is: zeg maar. Kevin Oris heeft anderlicht geweigerd. Dus... KV Mechelen ook, hè? <laughs> Al vroeger in uw carrière. Een paar, paar keer ah, oh. zelfs. Voilà. Oh, we moeten wel nog een paar mededelingen doen. Ja. Uh, de negen winnaars van de Anderlecht Legend shirts, die gaan door Anderlecht uh, benaderd worden. Ik ga de die namen niet overlopen. En dan de kerstcadeaus. Het Monopoly-spel is gewonnen door Milan Gijsen dankzij Arne. Het Racing Mechelen-pretpakket is gewonnen door Robbe Kappelleman dankzij Timothy. Het FC United-shirt is gewonnen door Julie Sporen dankzij Willemske. En de jas van George is gewonnen door Jelle Verlinde 16 door Pieters. Oh maar nog nooit vier is in een één hele keer. Boten, dus is een he? hele brok. Uh, en ik moet ook nog Zuster Brigitte uh, veel uh, plezier wensen met haar pensioen. Die deed vorige met in mijn middelbare school de strafstudies en zo. Daar dus heb ik alle, alle kindjes die stout waren het hard in hart in Neverlee. Die weten wie ik bedoel. Zuster Brigitte, geniet ervan. Dikke merci. Dus Evert, tot volgende week. En onze gast ligt alvast voor volgende week. Jij krijgt weer de eer om het te zeggen. Het is een, een kleine ronde doel, man. Oké, okay, ik vind dat genoeg gezegd. En uh, aan de kijkers van Extra zeg ik dan tot volgende week. Bye.